Goedenavond Rotterdam! Stel, ja, goedenavond allemaal. Ja, wat goed jullie allemaal zijn. Jullie zijn, denk ik, getuigen van een historische gebeurtenis. Nou, want ik zat net over na te denken. Er is mij wel eens verteld, weet je wat jij moet doen, Martijn? Wat je vooral altijd in het oog moet houden, hoe je cabaretcarrière ook verloopt. Stop altijd op je hoogtepunt. En nu had ik wel in de gedachte dat, zeg maar, als ik een keer solo in het oude Luxor zou staan, dat zeg maar dan mijn hoogtepunt zou zijn. Dus, ja, van harte welkom bij mijn afscheidsvoorstelling, denk ik dan. Ja, ja, goed dat jullie zijn. Ja. Ja, het is een beetje... ja, het is misschien een beetje raar, want de meeste mensen kennen mij waarschijnlijk niet eens. Maar dit is dan ook vast het laatste wat je van me ziet. Maar dat is goed, dan... ik zal even uitleggen wat dit is trouwens. Dat is misschien even lekker om mee te beginnen. Dit is namelijk bedoeld om de avond zo goed mogelijk te laten verlopen. Gestructureerd, geordend. Laat ik even bij het begin beginnen. Het heeft te maken met mijn vriendin. Eigenlijk met mijn nieuwe vriendin. Want ik had al een vriendin. En toen kreeg ik een nieuwe vriendin. Of zoals sommige van mijn vrienden dat noemden, een upgrade. jullie kennen haar, of niet? Wat? Ja, het is wel waar namelijk, maar goed. Maar wij leerden elkaar in mei kennen. En toen werd het na 2 maanden al juli. En dat is niks geks op zich. Maar toen moesten wij dus gaan beslissen van, joh, hoe gaan we dat doen met onze zomervakantie? Want ik vond eerlijk gezegd, ja, om dan meteen zo 2 weken naar het buitenland, op elkaars lip. Weet je wel, 24 uur per dag samen, je kunt elkaar niet ontlopen. Hè? Dus ik vond het best een risicootje met zo'n nieuwe relatie. Het zal niet de eerste relatie zijn die meteen klaar is na de eerste vakantie. Dus ik had zoiets van, joh, moeten wij niet eerst even op oefenvakantie. Nou, dus dat hebben wij gedaan. We zijn 4 dagen samen naar Parijs geweest. Ja, was een leuke stad. denk ik. Want wij waren 2 maanden bij elkaar. Ik vind er niks over zeggen. Maar op de laatste avond zegt ze ineens tegen mij, ik vond het eigenlijk best wel goed gaan. Ook met een beetje verbazing in die stem. Zo van, dat ik het gewoon 3 volle dagen met jou heb uitgehouden. En, zegt zij, ik zou het eigenlijk jammer vinden als het hier al eindigt. Hè? Weet je wat mij nou leuk zou lijken als we hier morgen een auto huren? En dan gaan we er gewoon in zitten en we gaan gewoon rijden. Hè? Zonder iets van tevoren te boeken of te reserveren of zo. We gaan gewoon op de Bonnefoy, we gaan erin zitten en we gaan gewoon Frankrijk doorrijden. En ik hoor mezelf zeggen, oh ja, leuk idee. Zo, ik dacht, ben je gek geworden of zo? Tuurlijk niet, gek wijf. Nee, vind ik verschrikkelijk. Nee, dat is echt, dat serieus het allerergste wat je mij kan aandoen, weet je, is mij droppen in een situatie waar ik het niet precies heb voorbereid. Weet je. 4 dagen in Parijs, dan ben ik gewoon een halve dag bezig geweest met het uitzoeken van het juiste hotel. Ik check alles, TripAdvisor, Booking.com, tot op Street View nauwkeurig weet ik hoe het eruit ziet van de buitenkant. Ik weet alles. En nu wil zij, dus ik denk, dat gaan we niet doen. Maar ik denk ook van, ja, we zijn 2 maanden bij elkaar, dan wil je nog een beetje je best doen. Dus ik denk, nou, dat moet ik niet zeggen tegen haar. Want als zij meteen door heeft, wat een enorme control freak ik ben, ja, die is weg. Dus wat wij hebben gedaan, kijk, ik zeg, goed idee. En vervolgens dacht ik, ik ga dit zelf oplossen. Dus ik ben heel lang onder de douche gaan staan met mijn telefoon. En ik heb, zonder dat zij het door heeft gehad, de volledige volgende 2 weken helemaal geboekt. Alles. Hotels, restaurants, hele flexiteringszorg geregeld. Dus achter haar rug om. Dus ik had haar op de bijrijdersstoel gezet met de kaart van Frankrijk. En die was daar zo druk mee. Als ze heel even had opgekeken, had ze gewoon een tomtom gezien op de ruit. Gewoon voorgeprogrammeerd. Nou, heeft ze niet gezien. Niet meer bezig geweest ook. Ze zei, ja, volgens mij is het wel leuk als we hier naar rechts gaan. Dan dacht ik, ja, dat weet ik. Want ik heb daar gereserveerd. Er staat Jean-Philippe, staan ze op te wachten. We kunnen om 11 uur inchecken. Geweldige vakantie gehad. 2 weken helemaal geregeld. Ik, de beste boat world eigenlijk. Hè. Ik mijn lekker georganiseerde vakantie. Zij had helemaal zoiets van, oh god, wat is die toch lekker spontaan. En wat kun je toch een leuke gekke dingen met. Wat een gekkigheid. Hè? Wat kun je toch een leuke gekke dingen met die jongen doen. Dus niks in de gaten gehad. Geweldige 2 weken gehad. En nu is het de laatste avond van onze vakantie. En we zitten op het balkon van het appartement, dat ik dus, nou ja, zorgvuldig heb uitgezocht, achter haar rug om. Airbnb'tje is het, niet te duur, niet te goedkoop, gewoon prima, weet je wel, helemaal mooi van binnen. Zo'n Frans balkonnetje zit erop, weet je wel, daar zitten we nu lekker op. Hele hete dag geweest, we zitten nog even uit te blazen met een glaasje rosé. En het is iets na 10:30 als ik ineens allemaal gerommel hoor. Dus ik kijk naar rechts, naar waar het geluid vandaan komt. En ik zie boven een gebouw, zie ik allemaal vuurwerk uitkomen. Dus ik zeg tegen mijn vriendin, moet je nou kijken, joh, is allemaal vuurwerk daar. Oh, zegt ze, natuurlijk, het is 14 juli. Het is 14 juli, de Franse Nationale Feestdag. Daar gaan ze natuurlijk vieren en zo. Het zal wel een groot feest zijn daar. Heb je nog zin om daarheen te gaan? En ik zeg, joh, het is vuurwerk.
En bovendien, het is 10 minuten lopen en het is vakantie, dus dat vind ik dan te ver. Dus ik ga naar binnen om een nieuwe fles wijn te pakken en die draai ik open. En op dat moment gaat mijn telefoon. En dat is mijn moeder en die belt wel vaak op rare momenten. Heeft ze een klein beetje handje van, een klein beetje, ja, slechte timing heeft zij. En maar ze weet dat we op dat balkon zitten, want ik heb net geappt. Dus er moet wel wat zijn. Dus ik neem haar op en ze zegt, oh, gelukkig. Dus ik zeg, wat is er gelukkig? Wie is er gelukkig? Ze zegt, jullie zijn veilig. Dus ik zeg, ja, hoezo? Wat is er aan de hand? Ze zegt, er is een aanslag gepleegd bij jullie daar in Nice. Ik zeg, nee, dit was vuurwerk. Het waren harde knallen, hoor. Maar het is hier op het journaal geweest. Er is een vrachtwagen ingereden op het publiek dat daar stond te kijken naar dat vuurwerk. En het eerste dat in mij opkomt was, wow, het komt nu wel heel dichtbij. En dat vond ik een beetje jammer van mezelf, dat ik niks origineel is. Want het is echt zo'n clichézinnetje, weet je wel. Dat hoor je altijd al van iedereen. Je hoort van iedereen, er is ergens iets gebeurd, weet je wel. Ze hebben ergens iets in een krant gelezen of op het journaal gezien. En dan hoor je ze tegen elkaar zeggen van, oh, heb je dit en dit gezien? Er is dit en dit gebeurd. Zonder dat ze eigenlijk precies weten wat het betekent. Je hebt bijvoorbeeld om even iemand, om er even iemand uit te pakken bijvoorbeeld. Je had, in dat jaar had je Gordon. Nu nog, trouwens, helaas. Maar ander verhaal. Maar die twitterde vlak na de aanslag in Nice. Moet je even goed opletten, want hij is ingewikkeld. Die twitterde, ik was vorig jaar bijna op vakantie gegaan naar Nice, comma, het komt nu al heel dichtbij. Ja, maar dat telt niet. Nee, dat telt niet. Nee, maar ik snap het principe. He, wat we hebben allemaal, dat is momenten dat je denkt van, het was ik bijna bij geweest. Weet je, als ik iets sneller was geweest, als ik ietsje sneller erbij was geweest, dan had ik daar gewoon zelf ooggetuige van kunnen zijn. Van een moment in de geschiedenis waar we het misschien over 100 jaar nog steeds wel over hebben, wat we dan in de geschiedenisboeken hebben staan voor onze kinderen. Want dit is belangrijk, dit is gebeurd, weet je wel. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld gehad met de EK-finale van 1988. Daar had ik bijna kaartjes voor gekocht als ik niet in 1989 was geboren. Maar dat kan het heel dichtbij voelen. Hè? Dat je denkt, als ik iets sneller was geweest, man, had ik daar gezeten. Dan had ik daarvan meegenoten. Maar ik moest op dat moment aan dat zinnetje. Want ik denk, ja, dat hele zinnetje, iedereen roept dat altijd. Maar het is een leeg, inhoudsloos zinnetje geworden. Want het komt altijd heel dichtbij. Het is 2018, het maakt niet uit waar je bent. Want, nou ja, zoals ik, om nog geen 10 minuten lopen van de echte aanslag zit. Ik heb geen idee dat er überhaupt iets aan de hand is. En zoals mijn moeder, waar ik ben opgegroeid in Barneveld. Want ook daar is wifi. Tegenwoordig, ja, het is uiteindelijk best snel gegaan, maar ze hebben het nu. En die zat, was ook voor haar een vrije avond. Dus zij zat, wat zij dan doet op de vrije avond, zat op de bank met haar iPad. Gewoon zo swipen. Dat doet zij op haar vrije avond. Gaat steeds beter ook. Vroeger swipte ze nog zo tegen de muur, dan moest ze weer een nieuwe halen. Gaat steeds beter. En zij las daar meteen de foto's en de video's van wat er daar in Nice aan de hand was. En dus zij wist op dat moment al veel beter wat er bij mij aan de hand was dan ik zelf die er was. En het is iets heel raars aan onze tijd, dat het maakt niet uit waar je bent. Het komt altijd heel dichtbij. Het is altijd het gevoel alsof je er middenin zit. Hè? En ik heb altijd gedacht, er gaat me niet gebeuren dat precies op de plek waar ik op dat moment ben, dat daar wat gebeurt. Ik bedoel, dat heb je allemaal toch? Dat je denkt, ja, het gaat mij toch niet gebeuren. Het gaat er niet precies, dat moet wel heel toevallig lopen. Wil het net waar ik, dan, nee, dat gaat niet gebeuren. Hè? Maar als ik één ding heb geleerd in Nice, dan is het dat het altijd en overal kan gebeuren. Overal. Ook hier. Ik zie een paar mensen nu kijken met een blik van, weet je wel wie je bent? Want laten we het analyseren. Dit is het oude Luxor in Rotterdam. Het zeg maar niet de afgelopen 3 avonden stond die uitverkocht. Richard Groenendijk. Ze hebben wel betere opties, Al-Qaeda hoor. Dat is niet, nee, dit staat niet bovenaan het lijstje. Er is geen vergadering waarschijnlijk geweest van Al-Qaeda. En dat ze bij elkaar zaten en tegen elkaar zeiden van, jongens, heeft iemand nog een leuk idee voor een evenementje dat we bruut kunnen verstoren? En dat er iemand opstond en zegt, nou, dat is misschien wel leuk. Zaterdag 10 november, Martijn Cardol in het oude Luxor Theater in Rotterdam. En dat dan die Al-Qaeda-leider zei van, oh ja, bedoel niet Martijn Koning? Want wie is Martijn Cardol? Ja? Want die kennen wij niet. Dus dit is geen doelwit. Ja? Maar kijk, ik snap die gedachte. Maar het is een verkeerde gedachte, hè? Want dat dacht ik ook in Nice. Weet je, ik dacht, als er wat gaat gebeuren, dan in ieder geval in Parijs. Maar ja, Parijs werd supergoed beveiligd in die tijd. Hè? Maar ja, je kunt hiervan zeggen wat je wil, maar het wordt matig beveiligd. Hè? Ja, vind je niet?
Nee, serieus. Nee, ik schrok er ook van. Ik dacht, grote zaal, weet je wel, dat zal wel goed beveiligd worden. Maar ik kwam hier aan vanmiddag al met Sebastiaan, die de techniek doet. Hier aan de zijkant zit het laten los, zeg maar. En we hadden nogal wat spulletjes bij ons. Dus wij gingen langs die kant. En dan sta je dus gewoon op de openbare weg. En dan moet je op de intercom drukken. Helemaal met video en alles. En dus ik dacht, nou, dat zit goed. Maar ik dacht, ja, het is wel openbare weg. Iedereen kan die opdrukken. Dus hoe zijn ze daarop voorbereid, weet je wel, daar bij dat oude Luxor? Dus ik denk, nou, ga even kijken hoe dat zit. Dus ik bel aan. Ja, goedemorgen, wie is daar? Even checken. Dus ik zeg, ja, goedemorgen. Mohammed Atta hier. Kom een paar bommen plaatsen voor vanavond. Het is heel even stil. En toen hoorde ik, oh, is goed hoor, kom maar binnen. Ik kon zo doorlopen, joh, in de tering. In de helemaal niks. Ik kon zo doorlopen, ik kon overal bij. Overal werden de deuren opengemaakt ook. We konden overal bij. Nou ja, toen waren we hier. Nou, het is de theaterzaal. Het is mijn eerste keer dat ik hier überhaupt opsta. Dus het even goed zoeken naar waar alles is. Hier is verder, ja, er zitten heel veel donkere hoekjes in, maar er is verder niet zo heel veel. Hier zit een matig geïnteresseerde technicus, maar die, ja. Maar die is er wel bij. Hij zit op zijn telefoon, maar hij is er. Maar toch bedankt voor de goede hulp. Maar in ieder geval, nee ja. Maar kijk, hier is dan. Ik heb ook gevraagd om een beetje aan te houden. Het zaal ligt zodat we een beetje goed zicht hebben. En ik heb aan Sebastiaan gevraagd: kun jij een paar onopvallende beveiligingscamera's plaatsen? En daar heeft hij een klein foutje gemaakt volgens mij. Het mocht niks kosten, zo te zien in ieder geval. Maar het is misschien even goed om even aan te wijzen, even voor iedereen. Ik zal het heel even laten zien. Er zitten een paar goede nooduitgangen in wel. Zit voor de bovenkant van de zaal is vrij helder. Zijn die drie dingen daar naar beneden, weet je wel? Dat is hartstikke helder. Daar zit er nog eentje voor de linkerbovenkant van de zaal. Hier heb je, ja, hier heb je verder. Ja, dit kom je weer in de foyer. Is wel mooi verbouwd overigens. Maar deze is, die is raar trouwens. Ja, want hier kom ik achter. Kijk, je volgt gewoon de bosjes, hè. Je bent in paniek. Dus je let niet helemaal goed op. Moet je kijken wat gebeurt. Hier. Je volgt die bosjes. Ze gaan gewoon zo. Oh, paniek. Dit is wat gebeurt. Kom op. We volgen de bosjes. Hierheen. We volgen de bosjes. Blijf gewoon de bosjes volgen. Dan kom je gewoon weer hieruit! Ik weet niet of ik nou wat raars doe. Ik zou die niet gebruiken in ieder geval. Ik zou die niet... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is een bouwfout volgens mij. Maar verder, kijk, ik weet wel van mezelf. Ik overdrijf een klein beetje. Daar komt, ik heb drie eigenschappen zelf. Ik heb er eigenlijk twee, maar mijn derde, ik heb namelijk geen conditie. Dat is mijn derde. Ja, van me echt tegen. Ja, serieus, dit stukje, weet je wel. Nou ja. Maar ik heb twee eigenschappen. Die gaan voor gemeten samen. Dat werkt gewoon niet. Want ik ben al een enorme control freak. Ik wil dat alles precies gaat zoals ik het in mijn hoofd heb. En nu ben ik ook nog angstig geworden. En al helemaal, weet je wel, in openbare plekken waar ik nog nooit geweest ben. Dat is natuurlijk het ergste. Maar ook gewoon thuis. Weet je wel, bijvoorbeeld 4 avonden geleden nu. Een heel goed voorbeeld van hoe dat gaat. Ik zit voor mijn televisie en in één keer is mijn beeldscherm zwart. Dus denk ik uitgevallen. Nou, en in de split second, nog zonder benaderen, heb ik alle ramen dicht, deuren dicht, de gordijnen dicht, liggen in mijn bed. Ja? Sla nergens op. En 1 seconde later heb ik even de realiteit weer in mijn hoofd, weet je. En denk van, joh, doe even normaal, je hebt gewoon een kapotte tv. Hebben we allemaal wel eens. Maar ik denk, ja, dat moet het wel doen. Dat is wel ongeveer mijn belangrijkste informatiebron in de huis. Dus dat moet het wel doen. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat nu repareren. Dus ik ging dat repareren. Dus ik heb de afstandsbediening gepakt en ik ben gaan repareren. Ik ben op de knopjes gaan drukken, steeds ver. Ja, helemaal van linksboven, helemaal naar rechtsonder. Gebeurde helemaal niks. Dus ik dat ding aan de kant gegooid en ik denk, nou zit ik nu in de noodsituatie dan nu. Dus dan moet ik hulp in gaan roepen. Van buitenaf, van iemand die hier verstand van heeft. Dus ik ben gaan bellen met de Ziggo Helpdesk. Ik weet niet, hebben mensen wel eens gebeld met de Ziggo Helpdesk? Wie heeft er wel eens gebeld met de Ziggo Helpdesk? Ja? Nee, maar nou, het maakt volgens mij trouwens niet uit wie waar je zit. Want ik heb 1 keer in de 2 jaar... je waagt een keer de overstap. Je gaat eens even kijken of het ergens anders beter is. Maar dat is nooit, want het werkt overal precies hetzelfde. Je belt en dan krijg je een of andere Kevin. Ze heet altijd Kevin, ik weet het niet waarom. En ik zeg ook nu tegen die jongen, ik zeg, joh, moet je luisteren Kevin. Tenminste, ik neem ervan dat je Kevin heet. Ik heb een probleem. Mijn tv is in één keer uitgevallen. Die doet niks meer. Oh, nou, dat is heel vervelend voor de meneer Kadol.
Heeft u misschien uw postcode en huisnummer voor me? Alsof het uitmaakt waar dat ding staat, denk ik dan. Maar goed, ik wil niet meteen... Ik ben al kwaad, hè, dan. Maar goed, ik wil niet meteen het bij de hand doen, dus ik geef het hem gewoon. En toen zegt hij... dan gaan we eens even kijken wat problemen ze kunnen zijn. Eens even kijken, hoor. Heeft u al geprobeerd om de stekker de even 10 seconden uit te halen? Nou, dat had ik nog niet gedaan, dus ik ga het doen. Wel met een beetje skepsis. Want ik denk gewoon niet dat die stekker pas na 10 seconden door heeft dat hij eruit is. Toch? Ja, ik ben niet heel technisch. Vervolgens zijn ze dan meteen klaar. Als die tv maar door... Nou ja, goed, ik wil niet meteen het bij de hand doen, dus doe het gewoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er gebeurt nooit wat dan. Dat geeft hen gewoon even de tijd om iets op te zoeken of zo. Ik weet niet wat het is, maar goed. Ik doe het gewoon. Ik ben je vriend, Kevin. Ik doe alles wat je zegt. Oké, dan gaan we even kijken. Zit de HDMI-kabel er wel goed in? Ja. Dus hij zegt, ja, het zit hier goed in, meneer Cadol. Ja. Ja, die zit er goed in, ook Kevin. Ik heb nog nooit een HDMI-kabel gezien die er zo goed in zit, joh. Dat kan ook niet zijn. En toen zegt hij, dan zou hij het gewoon moeten doen. Dus ik zeg, ja, Kevin. Hij zou het gewoon moeten doen, ja. Maar hij doet het dus niet. Dus ik bel jou. Dat is de afspraak, volgens mij, die we hebben, toch? Ik ga jou bellen als hij het niet doet. Ik ga je niet bellen als hij het wel doet. Dat wil ik ook best doen, maar dan hebben we een ander gesprek. Hebben we een ander gesprek, Kevin? Dan zeg ik, joh, Kevin, ik zit te kijken naar Boer zoekt vrouw en ik wil het niet meer zien. Hoe gaat die uit? Ander gesprek. Antwoord is hetzelfde. Haal de stekker de 10 seconden uit, dat snap ik. Maar het gaat erom, hij doet het niet, dus ik bel jou. Ja, voor een stukje hulp, voor een stukje expertise. Dat is waarom ik jou bel. Ja, het zou vervelend zijn, Kevin. Stel, je zit beeldjes in mijn situatie. Ja, je zit in een absolute noodsituatie. Je hebt hulp nodig van een expert. Noem eens wat. Je komt in het ziekenhuis met een mes in je buik. En die kans bestaat. Ja? Dan zou het heel vervelend zijn. Als je op de operatietafel terechtkomt en dan komt de chirurg binnen en die zegt... Zo, goedemorgen, zeg, wat hebben we hier nou weer? En dat de zuster zegt, nou, hier hebben we Kevin van de Ziggo Helpdesk. Die is hier binnengebracht met een mes in zijn buik. Nou, dat zal hij dan wel naar gemaakt hebben. Ja, heeft hij naar gemaakt, dokter? Nou, dan gaan we eens even kijken wat problemen ze kunnen zijn. Heb je postcode huisnummer voor me? Nou, eens even kijken. Zit zijn hoofd... Ja, zijn hoofd zit nog op, volgens mij. Hè? Ja, die zit er nog goed op. Longen er ook nog in? Ja, dan zou hij het gewoon moeten doen. Nee, dat weet ik het zo ook niet. Nou, succes ermee. Stuur maar een monteur. Die is over 3 dagen. Prima. Dat wil je niet, Kevin. Je wilt gedegen hulp helemaal nu. Dat wil je. Nou, dat zou inderdaad heel vervelend zijn. Heeft u anders een specifieke omschrijving van het probleem? Vroeg hij. Ik zei, ik wilde het volume harder zetten. Dat is waar het begon. Want ik zat te kijken naar een aflevering van een van mijn lievelingsprogramma's. Is nog niet mijn lievelingsprogramma's, hoor. Staat hoog op de lijst. Het familiediner van Bert Vleeuw bij de EO. En het probleem was, dat is een leuke aflevering, het probleem was, je had Theo en Jos. En Theo en Jos waren 2 broers, die hadden een vader en die vader overleed op een gegeven moment. Nou, die liet een paar schilderijen na aan zijn zoons. Theo de oudste, Jos de jongste, was altijd al een beetje buitenbeentje geweest, had nooit helemaal lekker in die familie gelegen. Ook in de laatkomers, hoor. En die was achtergekomen dat Theo al die schilderijen had verpatst, zonder dat zij, zonder dat hij dat wist. Weet je wel, dus hij had 12 jaar niet gezien, dikke ruzie. En nu kwam Linda, dat is de jongste dochter van Jos. Die was bij Bert Vleeuw gekomen, Kevin. En die had gezegd, kun jij ze bij elkaar brengen? Nou, en precies op het moment dat Bert Vleeuw die limousine deur opendeed en we konden zien of Jos was ingestapt, uit. Nou, dat is inderdaad heel specifiek, meneer Cadol. Ik ga heel veel voor u kijken. 1 momentje. En dan hing me in de wacht. Ja, daar ben ik weer, meneer Cadol. Ik heb even voor u gekeken en hij is ingestapt. Dus ik zei, nou, dankjewel, Kevin. Opgelost dan, toch? Ja, nou ja. En hij zegt, nou ja, graag gedaan, meneer Cadol. Heeft u nog andere vragen? Ik zei, nou, stuur een monteur naar mijn huis. Dat is het minste wat je kunt doen. Ja, nou, dus hij ging inderdaad zo'n
monteur inplannen. Nou, en de volgende dag gaat mijn deurbel al, de volgende ochtend. Dus ik loop heel voorzichtig richting mijn deur. Ik heb zo'n klein viziertje erin, zo'n kijkgaatje. Dan kan ik zien wie er binnenkomt. En ik kijk er doorheen en ik zie een jongen in een oranje jas en een koffer in zijn hand. Dus ik doe die deur open. Ik zeg, nou, wat snel. Wat goed, joh. Er gaan mensen gaan de dagen overheen. Er moet iemand ingepland worden. Dat is allemaal moeilijk. Maar ik heb gisteren Kevin gebeld en je bent er nou al. Dus, treed binnen. En hij zegt, hi, I'm Pablo. Dus ik denk, oké, hij spreekt Engels, dat is niet erg, dat doe ik zelf ook. Dus ik zeg, hello. Je moet dat wel even inkomen, hè, als je vreemde taal begint te spreken. Dus ik moest ook even, dus ik zeg, hello. Welcome. That you're here so soon. Nou ja, anyway, you're already inside, so close the door behind you, yes. So this is my house, this is where I live, this is my crib. Well, it's not big, but it does, huh? It does the job, it's a house anyway, so this is where I live. There's a kitchen over there, it's my living room over here, that's where I sit and watch TV, that's where I sit, this is my place on the couch, this is my distance. We'll talk about that later, that's... The television over there, the thing on the wall, I already told Kevin, but yesterday I was watching the family dinner with Bert van Leeuwen from the EO. And you had Theo and Jos. And Theo and Jos, there were two brothers, had his father, and the father died. And he left his paintings. And Theo did what the fuck for the ugly paintings. But Jos always wanted the paintings. Jos always was a sort of outside leg in the family. He was a bit of a latecomer. So he found out that Theo already sold the paintings without Jos knowing. And they didn't see each other for 12 years. And now Linda, the youngest daughter of Jos's, she tried to connect each other again, and just at the moment, eh, where Bert van Leeuwen opened the limousine door, and we could see if Jos was ingestapt. Bam! Hold the screen away. No, the screen was still there, but nothing on it. Yeah? So I panicked. So I got in a real big panic. So I called Kevin, and Kevin sent you. So thank you very much, and fix my TV, and thank you very much in advance. Ja, ik was opgewarmd inmiddels, en hij ging daar dan zitten. Ja, repareren of zo. Ik geen idee wat hij eigenlijk kan doen. Want ik bedoel, ik ga er dan niet naast zitten of zo. Als iemand in mijn huis bezig is, dan ga ik niet naast zitten. Dat vind ik ongemakkelijk. Hè? Want je zit... Ja, nee, toch? Nou, trouwens, ik zie dat jullie er geen probleem hebben. Maar ik vind zelf... Ja, nee, ik vind zelf ongemakkelijk om te gaan zitten kijken naar iemand die aan het werk is. Moeten jullie zelf weten. Maar ik vind... Ja. Nee, maar je... Ja, toch? Nee, maar je zit iemand op zijn vingers te kijken. En die komt nieuw in de situatie en zo. Maar goed, ja. Maar kijk, wat ik altijd doe... Ik vraag of ze koffie willen. Dat willen ze altijd. Maar mijn volgende probleem is dan... Ik heb thuis Nespresso. Ja, dat is binnen 20 seconden klaar. En ik kan niet in 20 seconden weer terug zijn. Want er is niks veranderd aan die hele situatie nog niet. Dus ik moet langer... Dus ik moet langer wegblijven. Dus nou, daar heb ik iets op bedacht. Ik ga naar mijn keuken. Nou, daar kan ik al een half minuutje over doen. Dan ben ik al een half minuutje onderweg. Hè. Als ik even stof wegveeg, even magazines even goed leg, even zo... En dan ben ik een half minuutje onderweg. Dan zet ik een kopje koffie. Zit je alle 50 seconden. En dat kopje koffie flikker ik weg. In de gootsteen. Ja. Ook nooit over nagedacht. Maar dat kan natuurlijk gewoon. Kijk, en wat je dan vervolgens doet. Je zet er nog één. Is ook weer 20 seconden. Zit je op 1 minuut 10. Nog één. 1 minuut 30. Is het waterreservoir leeg. Moet je even vullen. Half minuutje. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Is er precies 10 minuten voorbij? Heb ik me lekker vermaakt? Ja? Is hij inmiddels klaar met wat hij aan het doen is? Kan ik hem een kopje koffie aanbieden? Geen ongemakkelijke situatie geweest. Werkt altijd. Maar nu kom ik met mijn 11e kopje koffie, kom ik mijn woonkamer binnen. En ik sta nog in de deuropeningen. En ik zie hem daar zitten, die Pablo, die zit bij mij op de bank. Afstandsbediening in zijn hand. Hij heeft de tv gerepareerd, die doet het weer. Maar ik zie dat hij zit te kijken naar Meiden van Holland. Dat is een pornokanaal. Ik wist niet dat ik het had. En ik denk, wat is dit nou weer een situatie, joh? Die moet je even indenken. Je komt je eigen woonkamer binnen. En er zit een ziggemonteur bij je op de bank. Die je niet kent. En die zit daar porno te kijken. Ik betrap hem daarop. En ik kom mijn woonkamer binnen. Met een kopje koffie en een pennywafel. En dat is niet het juiste gereedschap voor dit moment, weet je wel. Ja, nee. Want er gaat een moment komen dat hij opkijkt en dat hij zich realiseert dat ik hem heb betrapt. En ja, dan moet ik wat doen, weet je wel. Ik bepaal hier de regels. Ik moet dan ingrijpen of zo. Ik moet dan zeggen dat dit absoluut niet kan. Of dat hij, weet ik veel, maar ik weet niet hoe. Dus ik weer in paniek. Dus ik weer Kevin bellen. Ik zeg, Kevin, moet je luisteren. Hij heeft het gerepareerd, maar hij zit nu porno te kijken bij mij in de woonkamer. Huh? Zegt Kevin, maar onze monteur komt morgen pas. Dus... Dus ik zeg, wie zit er dan bij mijn woonkamer porno te kijken nu?
Ja, geen idee, weet ik veel. Zeg Kevin, is en nu? Dus hij zegt, nou, heeft al geprobeerd om de stekker de 10 seconden uit te halen. En precies op dat moment staat Pablo, die staat op. En die zegt, zo, heer, I fixed your TV. Dus ik zeg, wow. Thank you. But who? And why? En hij zegt, well, it's okay that you're here, but I have some friends coming over, so I'll probably need all the rooms. So, if you could leave at any time. En ik denk ineens, fuck, dit is Pablo uit Paraguay. Die heeft mijn huis gehuurd op Airbnb. Totaal vergeten. Niet opgeschreven, niks, om niks op de kalender. Maar ja, hij is er nou al. En hij vermaakt ze prima toe te zien. Dus ik zeg maar, hey, Pablo, could you find it? All the way from Paraguay, that's a long trip. Hey. Here's a cup of coffee and a penny waffle to welcome you. That's a traditional Dutch cookie. Niks voorbereid, weet je, één grote teringzooi nog in dat huis. Maar ja, hij had er betaald. Ik kon ook niet weer zomaar de deur uitsmijten. En ik had ook nog, ik kon het geld ook wel relatief goed gebruiken. Dus ik denk, ja, dan moet ik maar even gaan. Dus ik heb heel snel een paar spullen in de tas gegooid, wat kleren voor een paar dagen. En ik ben gegaan. Nou, nu was er voor mijn geluk ietsje verderop bij mij in de straat. Er was ook nog een Airbnb vrij, dus daar zit ik nu. Die is iets hoger in prijs, dus ik kom er financieel niet meer lekker uit. Maar ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb het belangrijkste. Maar ik dacht, ik ga een beetje vroeg naar Rotterdam. Dan kan ik al goed een soort van risicoanalyse doen. Hè? Want het is 2018, je weet niet waar en wanneer er ooit iets kan gebeuren. Dus dan kan ik het maar beter een beetje in kaart hebben, weet je wel. Dus ik was wel vrij blij met... Het is relatief overzichtelijk hier natuurlijk. Jullie zitten daar, ik zit hier. Maar nou, dat is trouwens wel ook een dingetje. Want ik dacht ineens, kijk... nu kan ik het allemaal nog wel redelijk goed in de hand houden. Maar zit hier straks ook een mannetje of... 500-600 die ik niet ken. Die elkaar ook niet eens kennen. Dat is ook wat raars. Hè? Want jullie gaan met z'n allen in een zaal zitten. Sommigen op een love seat ook met iemand die ze niet kennen. Weet je, ja. Dat is iets raars hier. Ja, dat is de reden waarom ik hier bijna nooit kom. Hè? Want je zit er naast iemand waarvan je niet weet wat zijn bedoeling is. Je weet niet wie er is, joh. En de licht gaat uit. Je kunt elkaar niet meer in de gaten houden. Vandaar dat ik het even aanhoud ook. Nee, maar bijvoorbeeld een uur vraag, meneer. Hoe heet u? Jelle. Heb je enige idee naast wie je zit? Links wel. Wie zit er links? Mevrouw. Je vrouw? Ja. Heeft hij ook een naam? Of is, ja? Ja? Ja, kan toch? Priscilla. Ja. Jelle en Priscilla. En aan de rechterkant? Nee. Geen idee. Nee. Je durft er net een seconde aan te kijken en dan kijk je alweer weg. Achter je? Daar heb ik al helemaal niet. Oh, helemaal niet. Laat staan wie die daar zit en daar zit en daar zit. Daar heb je helemaal geen idee van. Terwijl jullie zitten nu al de hele tijd naar mij te kijken. In een normale situatie, weet je, anderhalf uur lang zit je dan naar mij te kijken en verwacht je al dingen. Dat is al vrij intimiderend. Maar kijk, het moet ook een beetje voor jullie komen, weet je wel. Want als er straks echt iets gebeurt, dan zitten jullie ook allemaal naar mij te kijken. En ik heb niet eens BFV. Nee, echt niet. Ik zou niet weten wat ik moet doen. Echt niet. Nou ja, maar daarom dacht ik, jullie moeten ook even... Ja, iets in de hand nemen. En toen moest ik ineens denken. Ik heb één dag in mijn leven gewerkt in een winkel. In de blokken. Ging niet helemaal goed. Maar dat is een ander verhaal. Ik kom misschien later nog wel op. Maar daar heb ik wel één ding geleerd op die dag. Dat is namelijk een soort truc om winkeldiefstal te voorkomen. Dat wist ik ook niet. Want je wordt natuurlijk, als je in de winkel komt, word je altijd aangesproken. Hè? Dus dat is van goedemorgen, hallo meneer. En dat is niet voor niks. Dat is namelijk om potentieel winkeldiefstal te voorkomen. Dat wist ik ook niet. Maar kijk, wat ze namelijk doen, als jij daarheen gaat met het plan om een winkeldiefstal te plegen en je wordt aangesproken, dan voel je je bekeken. De rest van de tijd dat je in die winkel bent, heb je het idee, ze houden hem in de gaten. Ja? Dus je haalt iemand uit de anonimiteit. Nou, dat is geniaal. Natuurlijk. En ik dacht, dat kunnen jullie volgens mij ook wel even doen. Je hoeft volgens mij alleen maar even links, rechts, voor, achter je te kijken. En alleen maar even dit te doen naar elkaar. Alleen maar even dit. Volgens mij meer dan genoeg. Zodat niemand hier het idee heeft dat hij gewoon maar anoniem kan gaan zitten doen wat hij wilde. Is hij niet. We houden elkaar hier in de gaten in Rotterdam. Zullen we even doen? Doe even 3, 2, 1. Doe even met elkaar. Hoeft niet gefouilleerd te worden, mevrouw. Ik vind het ook ongemakkelijk, maar nee. Maar het is prima namelijk, maar anders komt het allemaal zo op mij terecht. En dat vind ik niet erg,
Maar kijk, ik weet vanuit de theorie wel hoe ik op een bepaalde noodsituatie zou kunnen reageren. Dat schijnt als mensen maar op 3 verschillende manieren te kunnen. Dat heet in het Engels fight or freeze. Dat is gewoon genetisch ingebouwd, daar kun je niks aan doen, dat gebeurt gewoon. Nou, de eerste is dus flight, is vluchten. Nou, heeft geen enkele zin, hebben we het gezien. De tweede is fight, je begint meteen te vechten tegen wat er dan ook is. En de derde is freeze, je bevriest als het ware. Je hebt geen idee hoe je moet reageren, je doet helemaal niks. En ik dacht, ik moet daarvoor zijn, weet je wel. Ik moet een soort van plek creëren waar wij ons in kunnen verstoppen. Mocht het echt misgaan. Nou, dus dat is dan, zeg maar dit geworden. Ja, ik moet er wel meteen bij zeggen trouwens. Ik dacht, het is de allereerste voorstelling die ik ooit maak. En het is de allereerste keer dat ik optreed in Rotterdam. Dus ik had eerlijk gezegd gerekend op iets minder mensen. Dus er zal een kleine selectie moeten plaatsvinden ergens. Ja, we gaan er niet helemaal in, dat durf ik wel te zeggen. Misschien dat jij dat op je zou willen nemen, Jelle, maar... Kijk, ik doe een soort experimenten eigenlijk. Dat moet ik even uitleggen misschien. Ik doe een soort experimenten om te kijken of ik me... Ik weet heus wel, de wereld is een onveilige plek geworden. En dat kan ik in mijn eentje, daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Ik ben niet naïef, ik weet heus wel dat ik in mijn eentje daar niet zo heel veel voor elkaar ga krijgen. Maar ik dacht, als ik maar in mijn eigen soort van... Ja, werkomgeving kan beginnen, dan ben ik er misschien wel een heel eind. Weet je wel, voor mij en voor jullie. Dus nou, dat is dan zeg maar, is dan het experiment wat ik voor vanavond heb bedacht. Bedacht. Het is niet mijn idee trouwens, dat moet ik er even bij zeggen. Het is, het idee komt van de BT Tower in Londen. Zeg je dat wat? Londen, zeg je dat wat? Mijn god zeg. Moet onderaan beginnen, merk je wel, hè? Want dat is namelijk niet zo heel... Kijk, dat is een hele rare toren. Het is niet zo raar dat jullie dat niet weten. Dat is namelijk... Die toren, die is 191 meter hoog. En dat is hoog, hè? Want dit is iets van 4,5 of zo. Dus 191 meter hoog. Staat midden in het centrum van Londen. En die was tot 1993 geheim. Ja, dat is raar, toch? Ja, ik vond het ook raar, want ik las erover. En toen dacht ik, hè? Hoe dan? Nou, ik zal uitleggen. Dat is een hele hoge zendmast. Dus die zendt allerlei radiosignalen uit, televisiesignalen. Maar in de Koude Oorlog werd dat ding ook gebruikt voor het verzenden van militaire communicatie. Hè, dus de Engelsen die waren in die tijd super bang voor een grote bom van Rusland of van Noord-Korea. En waar die bom ook mogen vallen, hij mocht nooit op die toren terechtkomen. Want dan konden die Engelsen niks meer terugdoen. Die hadden voor dat leger dat communicatiemiddel nodig. Dus zij hadden zoiets van, ja, dat ding is zo belangrijk voor ons. We moeten hem geheim houden. Oké, hij is 191 meter hoog en hij staat midden in het centrum van Londen. Maar we kunnen het wellicht proberen. Dus dat hebben ze toen gedaan. In blinde paniek hebben ze een officiële wet ervoor gemaakt. Die heette de Official Secrets Act. En daarin stond letterlijk, mag niet in het openbaar worden gepraat over deze toren door niemand. Ja, je mocht er geen foto's van maken. Je mocht er wel langs lopen, want dat ging niet anders, want hij stond midden in het centrum. Maar dan het liefst ook gewoon doen alsof hij er niet was, weet je wel. Dus je zag in die tijd dromme mensen er zo langs lopen, zo. Een beetje zo van, ja, zo. En het werkte, want pas in 1993 werd bekendgemaakt waar dat ding voor was. En tot die tijd bleef het een perfect bewaard geheim. En op die manier kon die toren dus in de Koude Oorlog de veiligste plek op aarde worden. Want de vijand wist niet eens dat dat ding bestond. Dat is geniaal, toch? En ik weet niet of er een vijand is voor vanavond. Maar ik ben er vrij zeker van overtuigd dat ze niet weten dat dit bestaat. Dus we kunnen er nu gewoon, zeg maar, theoretisch van uitgaan dat dit hier dan de veiligste plek op aarde is. Ik had jullie iets enthousiaster verwacht. Ja, ik regel mijn dingen en zo. Nou ja, ik zal heel even iets uithalen, want anders... Dan hebben we misschien iets meer ruimte. Dan hebben jullie, want jullie hebben nu, ja, nu misschien zoiets van... Ja, ik ga uiteindelijk toch niet mee. Ik zal dit even uitpakken. Dat is gewoon mijn piano trouwens. Dat is verder niks spectaculairs. Maar dat is... Heb ik even achter... slot en grendel zetten. Er is wel vaker wat van me gehad namelijk. Dus ik zet er even tegenwoordig gewoon de dingen achter slot en grendel. Ik zal het heel even op zijn plek zetten. Nou, het is trouwens wel zo. Ik zeg wel dat ik geen idee heb wie er dan in de zaal zit. Maar dat is natuurlijk niet waar. Nee, want ik ben ook gekke Henkie niet, hè? Nee, 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 want nee, nee, nee.
Nee, want ik was afgelopen zomer op Lowlands. En daar heb ik wel geleerd, joh. Want ik moest daar optreden. En ik kwam daar backstage. En toen kwam ik erachter, er is een enorme veiligheidsoperatie gaande. Om de veiligheid te garanderen voor die 50.000 mensen, weet je wel, die daar op dat terrein lopen. En toen kwam ik erachter hoe ze dat doen. En dat is eigenlijk heel simpel. Zij screenen hun publiek. Ja. Dus ze weten natuurlijk van tevoren al precies wie er komen. Want je hebt bijvoorbeeld, nou ja, als je zo'n kaartje daarvoor koopt. Ja, je vult er allerlei gegevens in, weet je wel. Je naam, je leeftijd, je geboortedatum, e-mailadres, bankrekeningnummer vaak ook. Dus ze weten al een heleboel. Ze kunnen al een beetje zo'n screening maken van wie zijn al die mensen die op het terrein zijn nu. En zitten daar eventueel gevaarlijke mensen bij. En toen dacht ik ineens, ik sta ook in mijn eentje voor een paar honderd man. Ik kan dat ook wel doen, hè? Dus ik ben naar de kassa gegaan vanmiddag. En ik heb gevraagd van, joh, heb je misschien een lijst met iedereen die voor vanavond heeft gereserveerd? Want ik wil graag een nieuwsbrief versturen. Hallo 2008, als er iemand aan de noot, joh. Maar ze zei, ja, dat wil je het geprint of wil je het... Ik zei, nou, doe dan maar print. Maar dan had ik dus een hele, ja, ik heb een hele lijst met allemaal e-mailadresjes. Nou, als je de e-mailadresjes hebt, heb je ook meteen de Facebookjes en de Twittertjes en zo. Dus ik kon heel veel soort van voorwerk al doen. Ik was nog niet helemaal klaar. Maar ze zitten echt serieus. Ik dacht, die mensen komen allemaal uit Rotterdam. Wel, nee joh. Er zitten mensen tot Tessel aan toe. Tot Tessel aan toe. Nee, dat meen ik serieus. Je moet even goed om je heen kijken. Nee, er worden nu een paar mensen rood, als het goed is. Ja, ik ben serieus. Dat is erg raar, toch? Want die kunnen niet eens terug. Dacht ik ook. Ja, die moeten echt... Nee. Ja, want die laatste boot die gaat, ja, weet ik veel, om 11 uur of zo. Dus die kunnen nooit meer terug naar het eiland. Dus die moeten wel heel graag willen. Dus ik denk, nou, die ga ik even extra in de gaten houden. Maar ik heb een soort van... Ja, maar ik heb eigenlijk een soort van sleepnet over jullie heen gegaan. Maar gewoon zoveel mogelijk informatie binnengehaald. Ik heb hierboven dan zeg maar een soort van... grote database aangelegd op mijn laptop. Ik zal heel even laten zien hoe dat eruit ziet. Want ik heb een heleboel informatie verzameld waar ik volgens mij niet zoveel aan heb. Gewoon om even te kijken, wat gaan ze doen, wat zijn ze van plan. Alles om maar te voorkomen, weet je wel, dat ik morgen ineens denk van ja, dit had ik kunnen voorkomen. Dit heeft hij aangekondigd op Twitter of zo, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik heb een heleboel informatie waar ik volgens mij niks mee heb. Waar ik niks mee kan, waar ik niks aan heb. Ik heb hier, ik zal even één bijpakken bijvoorbeeld. Ik heb hier... Nou, dat is gewoon even bovenaan beginnen. Ik heb hier meneer Aalvanger. Is hij er? Mevrouw Aalvanger dan? Want ik heb wat informatie waar zij wel wat mee kan. Ja, je komt nog wat te weten. Maar laat ik zo zeggen. Ik denk dat meneer Aalvanger binnenkort ook een upgrade krijgt. Nou, in ieder geval. Ja, maar dat maakt hem niet gevaarlijk, hè? Want daar kwam ik ook meteen achter. Hoe zie ik vervolgens dan of diegene dan gevaarlijk is? Of die gevaarlijke ideeën heeft? Want dat, ja, zeker met alles wat je op internet vindt, weet je. Hoe weet je nog of het waar is of niet? Er staat zoveel onzin, zoveel, ja, gewoon feitelijke onjuistheden op dat internet. Dan moet je zelf maar zien te filteren wat waar is en niet. Dat had ik ook meteen die avond in de gaten in Nice. Het was 11:15 s'avonds. Ik verbrak de verbinding met mijn moeder. En ik realiseerde me ineens, dit is hier op dit moment aan de hand. Ik zit er middenin, het is daar gebeurd. En ik heb meteen mijn telefoon erbij gepakt. En ik zag op mijn Twitterpagina allerlei geruchten. En een van de geruchten die ik las, was dat er achter in die vrachtwagen nog 10 gewapende terroristen hadden gezeten. Die zich op dat moment aan het verspreiden waren door Nice. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk vanaf mijn balkon op geen mogelijke manier checken of het waar is of niet. Maar als het waar is, dan hebben we echt een groot probleem. We zitten op 10 minuten lopen ervan. En ik denk, nou ja, geen risico dan maar. Dus ik heb heel snel alle ramen dicht gedaan, de deuren en de gordijnen. En ik ben op mijn bed gaan zitten. En ik zat daar echt, nou, 1 seconde voor mijn gevoel. En toen hoorde ik ineens dit. En het was heel even stil. En toen hoorde ik weer dit. En toen hoorde ik, klootzak, doe eens open, joh. Dus ik denk, fuck, ze zijn Nederlands, joh. En ik denk, ze hebben me gevonden, dus verstoppen heeft geen zin meer. Ik zal moeten vechten. Dus ik pak een lege fles wijn. Ik loop heel voorzichtig richting mijn balkondeur. Ik schuif het gordijn een stuk opzij. En ik open de deur.
mijn vriendin nog op balkon? Superdom. Is een aanslag gepleegd? Jij gaat op balkon staan. Dus zij zegt, joh, wat doe jij, joh? Ik zie hem naar binnen rennen, je doet alle ramen dicht, de deur. Ik zeg, ja, is een aanslag gepleegd daar op die boulevard. Zijn vader, kom binnen, joh, we moeten ons verstoppen. En ik doe weer alle ramen dicht, de deuren en de gordijnen. En we gaan samen op dat bed zitten. En we zitten daar nog maar heel even en dan... Ja, geen idee, joh. Dus ik doe het licht maar uit, want... Ja, voor hetzelfde geld ziet iemand dat hier mensen zitten of zo, denk ik dan. En daar zitten we dan. We hebben geen idee hoe lang we er moeten gaan zitten. Want ja, wanneer is het weer veilig buiten? Er is niemand die het vertelt. En ik realiseer me, ja, als het waar is, we hebben natuurlijk geen enkele wapens. Het zijn zware wapens. En het allerbelangrijkste misschien nog wel, zij willen dood. Hoe ga je het ooit in een gevecht winnen van iemand die per se dood wil, terwijl jij dat absoluut niet wilt? Dat gaat per definitie al niet. En als ik me dat realiseer, dan hou ik mijn vriendin extra stevig vast. En ze kijkt me aan en ze vraagt, ben je bang? En ik zeg, ik ben heel bang. Er lopen twee mensen... Hand in hand over de kade. Ze hebben de regen en de stormen getrotseerd. Ze denken iets te weten van het goede en het kwade. Zo hebben er al duizenden de kade gepasseerd. En als ik denk aan iedereen die daar ooit heeft gelopen, dat er ook al eeuwen terug zoiets als liefde heeft bestaan, dan komt in mij een vaag gevoel van angst binnengeslopen. De angst dat dit van ons dus ooit gedoemd is te vergaan. Zou je zeggen dat er nooit een mooie mens is geweest? Zou je zeggen niet te rouwen? Het leven is een feest. Zou je altijd aan me denken, ook al ben ik er niet meer? Of blijf je echt voor altijd bij me? Gaan we samen ongeveer? Maar waar we ook naartoe gaan, of wie daar ook mag staan, of het nu God of Allah is die de poorten openmaakt. Wat ze heel goed moeten weten, al is hun hemel nog zo blauw. Ik ga mooi niet naar binnen zonder jou. Nu lopen wij daar samen, hand in hand over de kade. We hebben nu de regen en de stormen getrotseerd. We hoeven niets te weten van het goede en het kwade. Nu we alles van elkaar hebben geleerd. Want waar we ook naartoe gaan, en wie daar ook mag staan, of het nu God of Allah is die de poorten openmaakt. Wat ze heel goed moeten weten, al is hun hemel nog zo blauw. Ik ga mooi niet naar binnen, mooi niet naar binnen, mooi niet naar binnen, zonder jou. Ja, trouwens, Trouwens, het was fijn dat ik met jou mee kon rijden vandaag, Sebas. Graag gedaan. Zo, even kikker in je keel. Graag gedaan. Nee, in ieder geval. Nee, want het was fijn, want ik... raar. Maar ik treed sinds vorig seizoen echt veel op. En toen kon ik nog heel vaak de auto van mijn vader meenemen. Maar die heeft hij nu wat vaker zelf nodig. Dus ik, nu moest ik zelf een auto kopen. Ja, en had ik nog nooit gedaan. En ik ben 29, dus ik ging even googlen hoe dat moest. Want zo doen wij dat. En ik kwam daar wel achter iets. Want ik googelde op tips auto kopen. Tips auto kopen. En de eerste hit was het FIFA Forum. Ja, had ik niet aan zien komen. Maar toen bleek dus, ik ging er doorheen scrollen. En het FIFA Forum, dat blijkt een soort plek te zijn waar alle problemen die ooit op aarde zijn ontstaan, die zijn al voor je opgelost en zorgvuldig gedocumenteerd door de lezeressen van de FIFA. Dat is ideaal, dan lees je daar. Ada 63 heeft ook al wel zijn auto gekocht.
En ja, en die heeft precies uitgewerkt, dit moet je allemaal doen. En zo las ik bijvoorbeeld een van de tips die ik overal las. Onderhandelen. Altijd doen. Als je een tweedehands auto gaat kopen, moet je afdingen. Die dingen staan al veel te duur te koop. Er is onderhandelingsruimte, zeker met auto's. Dus dat moet je doen. Maar ik dacht, ja, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ja, dan moet ik dat maar gaan proberen. Ik kan niet zo heel veel te besteden. Dus ik denk, nou, dan ga ik een advertentie zoeken. Dus ik zocht een advertentie op Marktplaats. Ik kwam er één tegen. Die was pas 4 keer bekeken. Stond pas net op. Het was een Suzuki. Rood. Voor 1000 euro. Dus ik denk, nou, hè? Als ik daar dan ook nog op ga onderhandelen, dan heb ik helemaal een auto voor de prijs van een gevulde koek. Hè? Dus ja, dus ik denk, nou, dat is aantrekkelijk. Dus ik heb dat nummer gebeld, dat erbij stond. Nou, hij was er nog. Ik kon meteen langskomen. Dus ik, nou, ik denk, ik ga er meteen heen. Dus ik heb, kijk, wat ik dacht, als ik er nou heen ga in de auto van mijn vader, dat is een hele dikke Audi, dan heeft hij meteen zoiets van, hè, waar heeft hij nog die Suzuki voor nodig? Op zijn dashboard of zo. Dus daar kwam met 1-0 voor, hè. Staat ik met 1-0 voor in die onderhandeling. Dus ik denk, het is perfect, joh. Het is perfect. Dus ik ga daarheen en ik kom aanrijden. En het is op een industrieterreintje bij mij in de buurt. En ik zie die vent al staan. Hij staat overduidelijk te wachten. Hop, peuk in spek. En hij staat daar gewoon te wachten. Want om 11 uur afgesproken. Ik zie hem daar staan. Het is 10:55. Hij staat er al. Dus ik weet, ik heb een soort spanning in mijn lijf. Want ik weet, zodra ik uitstap, is meteen begonnen. Ik heb geen opwarmmogelijkheid of zo. Ik moet meteen laten zien. Als ik niet meteen laat merken dat ik iets van auto's weet, is klaar. Dan is de onderhandeling meteen klaar. Ja, dus ik denk, ik moet dit goed doen. Dus ik parkeer recht voor hem. Hè. Ik parkeer recht voor hem, robuust. Grote auto. Ik trek die handrem erop. Ik doe die deur open. Gordel vergeten. Deur weer dicht. Gordel los. Deur weer open. En ik zeg, goedemorgen. Dus hij zegt, ja, goedemorgen. Ik zeg, ja, goedemorgen. Ik ging nog steeds harder praten. Ging er waarom? En ik zeg, nou, ga maar even kijken. Ik ga natuurlijk niet zomaar wat kopen, hè? Moet wel wat zijn natuurlijk, dus ik ga, eerst eens even kijken of dat is. Ja, ik heb al een auto, ik zoek wat leuks voor daarnaast. Dus eens even kijken, anders staat hij zo alleen. Even kijken, dan gaan we eens even kijken. Nou, dat wiel doet het, dat is verder niks mis mee. Ruitenwissertje pakt hij toen, ruitenwissertje. En ik trok hem omhoog en ik hoorde... En ik bleef hem aankijken, terwijl ik dit deed. 2,5 minuut lang. En ik zag die vent kijken. Kut, een autokenner, hè? Heb ik weer. Ik zag zo 200 euro van die prijs er al. Ik ben de meester onderhandelaar, wist ik maar niet, joh. Dus ik denk, ik ga meer vinden. Ik ga dit ding voor de helft van de prijs meekrijgen, joh. Ik ga, weet ik veel, een vlekkende bekleding of zo. Er moet nog iets in te vinden zijn. Of speling op het stuur, weet ik veel. Er moet iets op. En op dat moment komt hij naast me staan. En hij zegt, zeg, niet op het een of het ander hoor, maar je zit nu in mijn auto. De auto waarvoor je hebt gebeld, is dat daar. Dus ja, bedankt dat je me even nakijkt, maar... Als je nu weer zou willen uitstappen, alsjeblieft. Want ook omdat mijn kind nog achterin zit en zo. En die is nogal gevoelig. Dus ik denk, niks laten merken. Ja, gewoon in control blijven. Dus ik zeg, ik had het al gezien. Prima auto heb je. Ik denk, ik kijk hem even na voor je, zo ben ik. Dat is hem. Prima auto, zo al gezien. Hoeveel zet hij te koop voor 1000? Vind ik wel wat aan de prijs. Ja? Ik bied 750. Ja, want dat had ik ook gelezen. Hè? Niet meteen te laag, weet je wel. Want dan hebben ze zoiets van, ja, je moet goed beginnen. Dus ik zeg, 750, een goede prijs. Oké, zegt hij. Nee, ik wil er wel gewoon de vraagprijs voor. Gewoon 1000 euro. Daar krijg ik er wel voor, dus daar wil ik er gewoon voor hebben. Ik zeg, oké. 800. Dus hij zegt 1000. Ik zeg 850. Hij zegt 1000. Ik zeg 900. Hij zegt 1000. 950, laatste bod. Hij zegt 1000. Ik zeg 1000. Hij is hem verkocht. Mooi, klaar. Nou, de auto gekocht, maar onderhandelen. Arne nooit gedaan, ging goed. Dus Ik was blij, hij was blij. En hij zei, je moet even goed naar laten kijken. Van, er moeten een paar kleine dingen aan gebeuren. Hij heeft lang binnen gestaan, dus je moet even mee langs de garage. Dus ik dat ding achter de auto van mijn vader aangebonden. Richting een garage bij mij in de buurt. En ik kom daar binnen en ik zeg tegen die vent van de garage. Ik zeg, nou, ik heb net deze auto hier gekocht. Hier op dat industrieterreintje. En er moeten een paar dingetjes aan gebeuren. Maar daarover had ik ook gelezen. Als je in een garage komt en zij ruiken maar...
dat je niks van auto's weet, dan gaan ze je naaien. Ongeacht hoe je eruit ziet of wat dan ook, ze gaan je naaien. Je weet niet hoe ze het doen. Ze zetten extra dingen op de rekening die ze helemaal niet hebben gedaan. Kun je niet controleren. Maar je staat huilend te pinnen. Je staat altijd huilend te pinnen in een garage. Altijd te gieren voor drie. Sta ik. Je zegt altijd gewoon geld. Oh ja, is goed. Nee, ja, als ik mijn auto maar weer terugkrijg. Allemaal altijd hetzelfde. Dus je moet voorbereid komen, zodat zij het idee hebben. Die weten wat van. Die kan ik niet naaien. Dus je moet met vakjargon, met termen, moet je strooien. Dus ik, nou, wat ik heb gedaan, ik heb even gegoogeld. En ik kwam naar binnen en ik heb gezegd, nou, ik, er moeten een paar dingen aan gebeuren. Ik denk zelf aan de veesnaar en de bougie. Dus hij zegt, dat is goed. Dan, weet je wat, we hebben nou wel even tijd. Ik ga nou even kijken, als jij even gaat zitten, hè, roep ik de jongens even bij. Gaan wij er even naar kijken. Ga even rustig zitten, ik roep je er zo bij. Nou, dus ik loop richting een hoek die zij hebben ingericht voor de klant met de tafel en de persoelen en de telegraaf en de autowekeling. En ik zet een kopje koffie en die flikker ik weg. In een plant die er staat, ik zet nog een kopje koffie. En die flikker ik ook weg. En erbij. En dat is twee. En bij de zesde komt hij ineens achter me staan en tik hem op mijn schouder en zegt, is niet lekker. Dus ik zeg, nou, ik probeer jullie niet op de vinger... Nou ja, lang verhaal. Hoe is het met mijn auto? Dus hij zegt, nou, hoeveel hebben jullie voor betaald? Ik zeg, 1.000 euro, ik heb onderhandeld. En dus hij zegt, oké, ik zal even uitleggen. Ik heb hem hier op de brug gezet. Heb ik hem omhoog getakeld. Heb ik Jeffrey erbij geroepen. Die is net terug van vakantie, heeft nog een frisse blik. En die ging eronder staan en die keek omhoog. En die zei, ja, maar Andries, wat is dat nou weer voor auto, joh? Er zit helemaal geen motor in. Dus ik zei, pardon? Dus hij zei, er zit geen motor in, man. In feite wat jij hebt gekocht is gewoon een soort... Het is eigenlijk een skelter. Eigenlijk... of nee, een skelter heb ook geen trapper. Dus in feite heb je een trapauto. Je hebt een trapauto gekocht. Ik had het zelf niet gedaan, maar je hebt het wel gedaan. Er is eigenlijk een soort glasplaat zit erin. Die is nog wel wat waard. En een soort karkas vanuit ijzer, daar krijg ik ook nog wel wat voor. Maar ja, ik had het niet gedaan, maar je hebt het wel gedaan. Dus ik zeg, joh, lul niet, joh. Ik ga toch geen auto kopen zonder motor? Dus hij zegt, nou ja, dat heb je wel gedaan, dus ja. Dus ik zeg, joh, lul niet, joh. Noem mij een merk op de wereld dat een auto produceert zonder motor. Er bestaat geen auto zonder motor. Dus hij zegt, ja, zeker wel. Kijk, de Flintstones. Daar had je Fred Flintstone. Die reed die hele serie rond in auto's zonder motor. Dat was een trapauto, had hij in feite. En daar zat hij in. Dat heb jij gekocht. Ik zei, joh, lul niet, joh. Dus ik loop richting die auto. Ik doe die motorkap omhoog. Zeg, geen motor in. Ik zei, en nou? Dus hij zegt, nou ja, kijk, we kennen er een nieuwe motor in zetten. Maar ja, dat is een oud model. Dan moeten we even kijken. Dat hebben we niet op voorraad natuurlijk. Dat moeten we dan bestellen in de fabriek in Pyongyang. 3 weken ongeveer leeftijd. En dan heb je arbeidsloon. Ja, dat ik denk 1 à 2 dagen. En zo te zien moet je ook een nieuwe veesnaar en een bougie. Dus ik denk, je bent al gauw zo'n 5 euro verder. Ik zeg, 5.000, ik ga toch geen 5.000 euro betalen aan een auto die 1.000 euro heeft gekocht? Dus ik zeg, en hij zegt, ja, Dus ik zeg, en dan? Nou, dan heb je weer een trapauto, ja. Ja, maar dan doen we dat, hoor, zegt hij. Ja, daar moet ik ook even over nadenken. Dat duurt even voor de... Maar je zegt maar ja, weet je wel, want het is nooit met grote uitgaven, het is nooit een lekkere, reële andere optie. Het is altijd of heel veel geld uitgeven of niks. Het komt ook altijd op de verkeerde momenten, hè. Het is altijd, je zult altijd zien, het komt altijd op de momenten dat je het even niet kan missen. Dat is altijd zo, het is al een dure maand, weet je wel. Nou, ik had die auto, ik had hier de materialen ook ervoor gekocht. Dat is ook allemaal niet goedkoop. Dat is allemaal gewapend, betonverf. trouwens, en dat is ook niet onbelangrijk. Ik ben ook nog jarig geweest. Recentelijk? Ik heb zelden zoveel desinteresse uit de zaal horen komen. Het is echt ongelooflijk. Ik ben jarig geweest, ja, dus. Wij ook wel eens. Nog een leuk cadeau gehad? Sorry? Nog een leuk cadeau gehad? Nee, nou, was maar waar. Nee, maar ik zal je uitleggen wat namelijk het probleem is met verjaardagen. Nog een leuk cadeau gehad? Maar ja. Was je er maar eerder, dan had je het kunnen... Nee, maar ik zal uitleggen. De verjaardag vieren wordt steeds duurder. He, want je moet, hoe ouder je wordt, hoe meer je moet regelen. Bijvoorbeeld, nou, één van de dingen die... je tractatie op je werk. Noem maar wat.
He, dat is, ja, maar dat, om dat een beetje goed te doen, dat kost klauwen van mijn geld, joh. Als je dat echt een beetje goed en secuur wil doen, dan moet je daar gewoon, dan moet je verlappen, joh. Dat is niet normaal. Als je bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld, Tjelle, heb je werk? Ja. Ja, voor werk doe je? Ik werk bij de Jumbo. Je werkt bij de Jumbo? Ja. Wat leuk. En is het echt elke dag beter? Of heb je zoiets van, dat is... Die poging doen we, ja. Dat is de slogan, hè, jongens. Ja, wel een beetje meelezen allemaal, hè. En, ja, maar je werkt bij de Jumbo, toch? Ja. Ja. En wat doe je daar? Ik ben de assistent bedrijfsleider. Assistent bedrijfsleider? Ja. Van een Jumbo? Ja. Van welke Jumbo? In Barendrecht. In Barendrecht. Sebas, ik kom uit Barendrecht, toch? Oh, nee. Ja. Is er iemand die als in de Jumbo in Barendrecht is geweest? Ik ben nou wel benieuwd hoe dat uitziet dan. Nee. Nee. Genoeg. Ik heb wel een idee hoe het eruit ziet. Ja. Openingstijden tussen 9 en 5 over 9, zo te horen. En liefst niemand in de winkel. Zo'n bedrijfsleider ben je volgens mij. Ja. Je bent een beetje een bedrijfsleider in de trant van zo'n barkeeper, weet je wel, die dan achter de bar staat en eigenlijk baalt dat er een klant binnenkomt en denkt, ja, ik heb net maar glazen gespoeld. Zo'n barkeeper. Zo'n bedrijfsleider ben je volgens mij. Maar heb jij getrakteerd? Ik had flyer inderdaad. Ja, maar toch niet uit de winkel? Ja, zeker wel. Oh, wat treurig. Oh. Ja, maar even tussen jou en mij, dit is toch niet te vreten daar, of wel? Hè? Nee, toch? Nee. Ja, echt gewoon lekker? Wat is je lievelingsfly, weet hij niet? Wat is je lievelingsfly? Ja, weet hij niet. Kijk maar, nee, kan hij niet. Hij vreet er zelf niet van, zijn personeel geeft hij het voor. En hij gaat naar de bakker, zo nee, is er. Maar, wanneer was je jarig? 1 juli. 1 juli. Nou, van harte gefeliciteerd nog. Kijk, zo doe je dat trouwens. Maar, ja. Schrijf even mee, dus handig, sociaal. Nee. Maar hoe is erop gereageerd in je bedrijf? Vrij laconiek. Laconiek, ja. Dat was het woord van het soort. Laconiek, maar het is op zich heel goed. En ik zou je uitleggen waarom. Volgens mij heb je de perfecte tractatie voor op je werk. Want kijk, één verkeerde tractatie. Zeker op je werk, weet je, als je in een groep als mens bezig bent, één verkeerde tractatie en het is klaar met je. Het is over. In de groep, je ligt eruit. Dat heb ik gezien in groep 4. Bij Robert en Bakker. En die werd 8 en daar kon hij niet zoveel aan doen, want dat gebeurt in groep 4. Maar hij moest gaan tracteren natuurlijk op die dag. En zeker als je 8 wordt, je ouders regelen dat. Heb je verder niet zo heel veel, daar heb je verder niet zo heel veel over te zeggen. Je kunt je suggesties doorgeven. Maar dat is toch wel zo ongeveer. Maar hij kwam die dag binnen op school met een schaal. Met aluminiumfolie erover. Dus wij hadden allemaal nog iets van, joh, wat zou dat kunnen zijn? Weet je wel, dat kan van alles zijn. Want ja, 9:30 kwam die binnen. En 10:30 was pas het tractatiemoment. Dus ja, je zit 2 uur lang. Dat is 4. 2 uur lang. 2 uur lang, dat is een meme. 2 uur lang zit je, je bent kind, dus je gaat fantaseren, weet je, over wat zou eronder zitten. Ik heb helemaal niet opgelet die dag, alleen maar gedacht, wat zou dat zijn onder dat aluminiumfolie. Het kon van alles zijn, zakje chips, fly van de Jumbo, liever niet, maar het zou kunnen. En ik had zo over nagedacht, het was inmiddels een chocoladefontein in mijn hoofd. Zo erg had ik het gefantaseerd. En toen, het was 10:30 werd het. En toen zei juf Jeanette, die zei, nou Robert, de tijd is aangebroken. Je mag gaan tracteren. Nou, dus hij liep richting die schaal. Die hele klas hem zo volgen, weet je wel, zo. En hij haalt de aluminiumfolie eraf. Snoeptomaatjes! Met een bakje hummus in het midden, om ze in te dopen. Wat is dat nou weer, joh? Waar komt die gek nou weer mee aan dan? Ja, maar we werden echt een beetje kwaad dat je denkt, kom op, Robert. Wat is dit nou, joh? En, maar ja, we hadden geen tijd. We werden in een kring gezet, weet je wel. De juf Jeanette, die zei, nou, pak allemaal je stoeltje en ga in de kring. Nou, als wij allemaal in die kring zitten. Robert kreeg die verjaardagsmuts op. Had iedereen al opgehad, ze vol luisterde dat ding. En dan ging die. Ja, maar je zag het gewoon gebeuren, weet je wel. Hij ging rond. We pakten allemaal zo'n tomaatje. En we keken naar, ook naar juf Jeanette keken we zo van juf Jeanette. Accepteer jij dit, weet je wel? Kom op. Het is ook jouw klas. Je moet de regels stellen, man. Wat ben je voor slap wijf? Wat is het nou?
Ja, hij ging die kring rond, dus we pakten allemaal zo'n tomaatje en we doopten het in die humus en we keken ernaar. En we keken naar Robert en naar elkaar en weer naar het tomaatje en weer naar elkaar en weer naar Robert. En wij beslisten daar collectief als klas, zonder één woord te wisselen, Robertje ligt eruit. Het is klaar. Afgelopen, ja, sorry. Ja, maar kom op, Robert. Je werd ook een beetje kwaad dat je denkt, kom op, Robert, dit is een optelsom. Het is niet even in één keer, ik bedoel, je bent al slecht met gym. Hè? En ja, en je hebt al eens een oog afgeplakt achter je bril. En nou dit, ja, serieus, ja? Kom op, Robert. We zijn kinderen. We zijn Gandhi niet. Het is gewoon, het is de harde regels van groep 4, Robert. Kom op. Maar hij wist het zelf ook. Hij had het door, want hij ging zo die kring rond. Zo, ja, ja, ja. Hij wist gewoon nu al de eerstvolgende keer als ik terug kom van gym in de kleedkamer zitten mijn schoenen vol humus. Dat wist hij. Maar zo secuur moet het komen, weet je wel. Je moet iets hebben wat iedereen wel lust, maar waar niemand echt iets van vindt. Waar niemand echt een hele sterke mening over. Waar geen gesprek over ontstaat. Dus daarom is eigenlijk zo'n fly is eigenlijk wel prima, weet je wel. Want niemand heeft daar echt een hele sterke. Ja, het is een beetje skeer. Het is een beetje goedkoop. Maar het is verder niet. Ja, het is verder niet dat je denkt. Dit is goor of dit is heel. Laagste prijsgarantie. Hè? Laagste prijsgarantie, dat is het allerergste! Hij denkt, kan ik nog net een stapje erger maken? Ja, kan ik wel, volgens mij. Jezus. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Priscilla. Daar zit ze de hele avond op te wachten, hoor. Dus, Zeg, het laatste cadeau dat ik voor jou heb gekocht. Kwam ook van Jumbo, of niet? Nee? Dat was dit. Nou, dankjewel, ja. Ja, dankjewel. Goed cadeau. Maar, Dylan, ik weet niet of je hebt verkeken, maar er waren ook kaartjes voor 12,50. Die zit helemaal daar. Er is nog plek. Je kan er gewoon gaan zitten als je wil. Ja. Oh, wat raar dit zeg, hé. Dan moet je, ja, nou ja, goed. Waar was ik, joh? Ik weet niet. Oh ja, nee, dat wou ik vertellen. Kijk, je moet iets... Ja, dit gaat niet meer goed komen volgens mij. Ik zie een paar... Het is ook een zeeleeuw, wist ik ook niet. Dus je moet hem zien zitten, joh. Ja, jongen, ja. Ik ben zo blij dat ik niet naar Barendrecht sta. Nee, ze zijn, ja, is leuk, joh. Oude Luxor, hoogtepunt van je carrière. Nee. Maar, ik zie een paar mensen ook kijken, waar gaat hij nu heen? Ja, ik weet zelf ook niet. Nee. Nou ja, kijk, nee. Kijk, je moet een... Dat wou ik zeggen. Je moet een tractatie hebben die iedereen wel lust, weet je wel. Maar met niemand... Kijk, waar geen gesprek over ontstaat, weet je wel. Er moet... Kijk, want het allerergste wat je kunt hebben... Dat had ik een keer... Ja, dat had ik een keer... Ja, op mijn werk had ik een keer... Want ik heb hiervoor gewoon normale mensen werk gedaan. Ja. Op een kantoor en zo. Met een Jolanda. Die heet Jolanda. En dat is op zich... Ja, nou... Ja, dat is ook al erg. Maar ja. Hè? Nee, ja, nou ja, laat ik zo zeggen, Jolanda is nooit lekker wijven. Dus dat, ja, dat heb je al tegen. Maar, hè? Ik begeef me op glad ijs, volgens mij, of niet? Wat, Ik vraag gewoon of Jelle ervoor komt staan zo meteen. Hè? Maar die, Jolanda, die was bij ons op werk en die werd jarig. En die kwam toen binnenlopen, dat weet ik nog heel goed, met een bakvorm. Met een theedoek eroverheen. Ja, en die, ja, maar je weet dan al, die krijg je niet bij de bakker mee. Die heeft zelf staan bakken. Dat is niet te doen.
Maar je zag het ook al, want ze had ook zo'n kapsel, weet je, net iets te kort met het bakpoeder nog in. Dus je weet, die is om 4 uur 's ochtends opgestaan en helemaal moeite voor ons gedaan. Weet je. Ja, daar kun je dan niet niks over zeggen, weet je. Daar moet je dan iets over zeggen tegen haar, want anders is het lullig. Hè, die vrouw is zich helemaal in het zweet gewerkt, dus dan moet je dan, ja, je moet iets gaan zeggen. Dus nou ja, ik heb op een gegeven moment, was dan het moment. En ja, ze hadden allemaal uitgestald op schaaltjes in de kantine. En ik heb zo'n ding gepakt en ik zeg, goh, Jolanda, nou, van harte. En zelfgemaakt, ja, je moet toch maar, ja, je moet iets zeggen. En toen zegt zij dus, ja, en het allerleukste eraan is, helemaal glimmend van trots, het is geheel volgens eigen recept. En het allerleukste eraan is ook nog, zeggen ze, het is geheel zonder suiker. Dus ik zei, goh, Jolanda, wat leuk. Heb je het recept? Dan haal ik het door de shredder, daar. En dan is het weg. Hè? Is iedereen blij, toch? Ja. Prettig verjaardag. Hè? Maar dat, nee, maar kijk, dat wil je niet, weet je. Je wil niet dat er een gesprek ontstaat over je tractatie. Dat is de allerergste. Je moet iets anoniems hebben eigenlijk. Wat iedereen wel eet, maar waar niemand echt iets van vindt. Gewoon lekker in het midden. En toen dacht ik ineens, dat bestaat al lang. Er wordt al lang voor ons geproduceerd, weet je wel. Als je bijvoorbeeld, noem eens het meest anonieme gebakje van Nederland. Noem maar dat eens. Tompoes, ja natuurlijk. De Hema Tompoes. Nog veel beter. Nog specifieker. Iedereen eet dat, maar niemand vindt er echt wat van. Nee, ik ken niemand met een hele sterke mening over een Hema Tompoes. Nee. Nee, als je op een verjaardag komt en iemand het Hema Tompoes haalt, je vreet er een op en je houdt je bek. Dan ga je niks over. Ja. Daar ga je niks over. Dus ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand opstaat en dan zegt van, jongens, wat heb jij nou weer gehaald? Dat weet je. Dat is hematopoes. Ik weet niet, ergens in je opvoeding zit dat, ik weet niet waar. Maar je leert, dit is hematopoes, dat is op zich, ja, je kunt het eten, dat is het. Maar ja, ja, je gaat er niet dood aan, maar dat is het. Maar ik dacht, dat is perfect, niemand heeft er een mening over, dacht ik. Maar ik heb mijn tompoes online op hema.nl besteld. En ik kreeg, nog geen minuut erna, kreeg ik een e-mail. Dus ik denk, ga even kijken. Ik heb de tijd. Dus geachte heer Cardol, bedankt voor uw aankoop in de Hema webshop. Graag zouden wij uw mening horen over het door u gekochte product. Schrijf hieronder uw recensie voor Hema.nl. Dus ik denk, hè? Maar dit gaat dus dan over de Hema tompoes die ik net heb besteld, dus nog niet eens binnen heb ook. Ik heb ze nog niet eens. Ik moet er nu al iets van vinden. Terwijl, het is juist, niemand vindt er juist wat van. Dat is nou juist het goede. Dus ik denk, ik verwijder die mail. Dit zal wel onzin zijn. Dus ik verwijder die mail. De volgende ochtend kreeg ik een herinneringsmail. Of ik nog even wilde reageren. Dus ik denk, er zit dus blijkbaar iemand op het Hema hoofdkantoor. Die zit achter. Er zit dus blijkbaar iemand op het Hema hoofdkantoor, achter haar computer. En die ziet, Martijn Cardol heeft 20 tompoes bij ons besteld. En we weten nog steeds niet wat hij ervan vindt. Ik ga niet eerder naar huis voordat ik weet wat Martijn Cardol vindt als een tompoes vindt. Ik denk, ze vinden het echt heel belangrijk. Maar ik denk, onzin, ik verwijder die mail weer. Weer een herinneringsmail. En nog één, 4 stuks had ik er. Dus ik denk, ze vinden dit echt superbelangrijk blijkbaar. Dus ze denken dat ik een soort van tompoes-expert ben of zo. Die ze echt verder kan helpen met hun productie. Maar ik denk, er zal toch niemand zijn die dit echt serieus heeft genomen. Dus ik denk, ga even kijken op hema.nl. Nou, 893 recensies staan nog minstens online. Je moet er voor de gein eens op kijken, joh. Je lacht je wild. Ze zijn met naam en toenaam ook. Dus ik heb even zitten zoeken, maar ik heb een hele. Ja, ik had er wat vragen erbij namelijk. Die is van. Ja, het zou heel toevallig zijn hoor, maar die is van Marian, met een I in het midden. 47 jaar was ze toen, dus ze was nu 48 dan. Ja, ze is 48 jaar uit Rotterdam. Ja. Nou, ben je er, Marian? Want ik heb er wat vragen. Niet? Nou, dat was ook te mooi om aan te zijn. Maar die heeft exact die mail gehad als ik. En die dacht, ja, ik vind er wel wat van. Daar heb ik wel een mening over. Nou, dus die heeft de iPad gepakt of zo. En die is gaan typen. En die heeft getypt, moet je goed opletten. Hema tompoes is sterk aan te raden als je druk bent, maar toch een feestje moet geven. Ik heb mijn tompoes in de koelkast bewaard en ze waren na 3 dagen nog steeds vers.
Is iemand op de verjaardag van Marianne geweest? Dat was er niet. En dat je iets te eten kreeg en dat je dacht, wat is het voor tunnel met wit licht aan de zijde? Dat is waarschijnlijk... Er zijn 3 dode gevallen op de verjaardag van Marianne, dat kan niet anders. Oh, die is ook heel goed trouwens, want die laat zien waar de kern van het probleem zit. Die is van Lisbeth, 53 jaar uit Bodegraven. En die schrijft, de vulling is afschuwelijk. Zit totaal geen smaak aan. Vroeger waren ze veel lekkerder. Ja, dat is natuurlijk onzin. Die dingen zijn al 80 jaar niet veranderd, maar goed. Dit. We hebben de vulling eraf geschraapt met een vork. En de bladerdeegbodem in de koffie gedoopt. En dat was wel lekker, ja? Ja, maar dat vind ik mooi, weet je, want het is een positieve vrouw. Dat zie je aan alles. Want kijk, het is niet zoals ik zou denken. Ik heb wat smeers gekocht. Ik flikker het in de prullenbak. Zo is Lisbeth niet. Nee. Lisbeth die denkt, nee, ik ben een praktische vrouw. Ik ben positief ingesteld. Wat kan ik hier nog iets mee maken? Hè? Dus die heeft er gedacht, nou, een roerstaafje voor in de koffie. Handig, ja. Terwijl, zoveel maakt het dus uit, want ze heeft het ingevuld. Terwijl, het maakt geen reet uit. Want deze recensie is van 23 oktober 2011. Dus Hema heeft 7 jaar geleden aan Lisbeth gevraagd, joh, wat vond je er eigenlijk van? En ze vond ze zo verschrikkelijk goor dat ze er een roerstaafje van heeft gemaakt. En de Hema denkt gewoon 7 jaar lang nog steeds, ja, boeien, we gaan er niks aan veranderen, Lisbeth. Dus ja, jammer. Zo is de Hema, want ze maken het enorm belangrijk met herinneringsmails en dit en dat. En wil je nog even je mening geven bij puntje bepaaltje. Ze steken gewoon een middelvinger om de Lisbeth. Hier heb je een middelvinger, kun je ook mee roeren. Heb je 5 dingen om mee te roeren thuis. Zo is de Hema. Ja? Nee, maar het is een soort virus dat door Nederland verspreidt. Weet je wel, je moet overal je mening overgeven. Als je iets gekocht hebt op bol.com of Coolblue of weet ik veel. Je moet overal recensies schrijven en sterren geven. Terwijl, wie leest het ooit nog? Er is niemand die het interesseert wat jij ervan vindt. Het is helemaal, als je iets koopt. Ik krijg 4 van die mails per dag, joh. En ik ga ze meestal maar invullen. Omdat ik denk, ja, dan ben ik er in ieder geval vanaf. He, en is weg. Maar ja, wie leest het ooit nog? Het is nergens. En het overal word je om je. Nou, dat is nog een veel beter voorbeeld trouwens. Gewoon, dat gebeurde bij mij in de straat. Ik woon op een straat. Die is helemaal opengebroken geweest. Of helemaal mooi opnieuw geasfalteerd. Alsof jullie niet weten hoe een straat eruit ziet trouwens. Maar goed, ja, het staat ook nergens op dit. Maar goed, hier ligt een straat, je ziet het. Nou ja, in ieder geval, ik liep op een maandagochtend over de straat. En ineens staat er een jongen voor me. En die zegt, goedemorgen meneer, zou ik je misschien mogen vragen? Dus ik zeg, ja zeker, want zo praten wij blijkbaar met elkaar, maar goed. En hij zegt, ja, ik ben namelijk bezig met een enquête namens de gemeente. We hebben recent eigenlijk deze hele straat opnieuw ingericht. En wij zijn nu een beetje kijken, hoe bevalt hij? Dus kunnen er nog dingen anders? Moeten er nog dingen veranderd worden? Is iedereen er blij mee? Dus nou, ja, u loopt nu bijvoorbeeld op de stoep. Hoe bevalt hij? Dus ik zeg, pardon. En hij zegt, nou, ik ben bezig met een enquête. Eigen namens de gemeente, u loopt nu op de stoep. Wat vindt u van deze stoep? Ja, en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind niks van stoepen. Ik vind daar niks van, nee. Daar heb ik niet echt een mening over. Ik heb niet echt een lievelingsstoep of zo, dat heb ik niet, nee. Maar ik ben zo geconditioneerd in Nederland om overal mijn mening en altijd mijn mening te geven, dat ik hoor mezelf zeggen, ja, ik vind het prima stukje stoep. Goed gevoegd. Ik heb er ook ineens verstand van, blijkbaar of zo. Ik weet ook niet. Goed gevoegd. En een mooie stenen, mooi waterpas gelegd, heb ik gezegd. Onder een lijstje. Ik kwam aan. 7,5 kwam ik op uit. 7,5. Nooit over nagedacht. Helemaal niet. 7,5 heb ik het gegeven. Het slaat nergens om. Niemand die er ooit nog in is geïnteresseerd. Maar je gaat maar. Maar ze staan ineens voor je, weet je. Of vanuit het niets staan ze ineens voor je. En dan moet je iets. Ja, je moet on the spot iets verzinnen. Je moet gaan lullen, weet je. Die zijn nog erger. Die zijn nog erger. Want die willen je ook echt. Ja, die willen je iets aansmeren. Die zijn nog veel erger. Die heb je hier volgens mij ook in de koop gehouden. Dat zijn ze verboden volgens mij, hè. Maar dat is alleen maar geweldig. Want kijk, je hebt die je dan lid proberen te maken van een goed doel. Of die zijn eigenlijk nog veel erger. Die zijn nog veel slinkser. Die proberen je lid te maken van een krant. Oh, die staan er dan met een krant in de hand, zo te zwaaien. En zeggen ze, goedemorgen meneer, krantje. En ik wil wel een krantje. Ja, dus ik loop er langs. Ik pak die krant. En dan houden ze hem vast. Ze houden ze vast. En ze trekken ze naar je toe. En dan sta je dus. Want ze staan altijd ook op een soort van strategische plek. Weet je wel? Want ze staan daar midden in die winkelstraat en je moet daar langs, want daar is je huis. Dus je moet wel. En ik heb me altijd afgevraagd waarom. Want ze spreken lang niet iedereen aan. Er lopen honderden mensen langs, duizenden mensen langs. En ze gaan heel secuur te werk. Ze kiezen.
We hebben die wel, die niet, die altijd. Bijvoorbeeld. Die altijd spreken altijd mij. Altijd mij aan. Altijd. En ik had geen idee waarom. Dus ik denk, ik wil dit weten. Ik ga er gewoon eens om de hoek staan en gewoon observeren. Gewoon even kijken wat er gebeurt. En ik heb daar gestaan. En toen zag ik het ineens. Ik zag het systeem ontstaan. Kijk, wat zij namelijk doen. Zij kiezen de mensen uit die geen nee kunnen zeggen. Nog beter eigenlijk, de mensen die geen ruggengraat hebben. Die kiezen ze uit. En ik zal je uitleggen hoe ze het doen. Dat zag ik ook ineens. Zij werken samen met de draaiorgels. Ja. Ja. Ja, dat weten weinig mensen. Maar ik zal... Ja. Maar ik zal... Kijk, want draaiorgels... die staan altijd in de winkelstraat. En niemand weet waarom. Nee, heeft niemand om gevraagd ook. Althans, het is mij nog nooit gevraagd. Zou je dat willen? Nee. Want een draaiorgel maakt in principe... Ja, hij maakt kutmuziek. Dat is wat hij doet. Ja. Er is nog nooit iemand langs een draaiorgel gelopen... dat hij zei, goh, wat schitterend dit. Heb je het ook op cd? Dat is nooit gebeurd. Nee. Dat is nooit gebeurd. Een draaiorgel maakt kutmuziek. Dan kun je sneller draaien. Dan wordt het snellere kutmuziek. Dat is wat er gebeurt. Maar hij staat er wel. Dus hij staat er blijkbaar om een andere reden. Want ze zetten hem niet voor niks neer. En toen heb ik dus... Ik zag het gewoon bij iedereen zag ik het gebeuren. Je kunt als mens maar op twee verschillende manieren mogelijk... langs een spelend draaiorgel lopen. Ja, heb je helemaal niet in de gaten. Maar het gebeurt gewoon. Het gaat automatisch. Als hier bijvoorbeeld een spelend draaiorgel staat... die staat hier. Sebas, heb je draaiorgelmuziek? Ja, hier. Nou, hier staat dat draaiorgel, staat kutmuziek te maken. Prachtige zaterdagochtend, niks aan de hand. Je loopt lekker door de winkelstraat. Eerste categorie mensen. Die loopt daar gewoon zo langs. Gewoon zo. Die negeert de hele fucking draaiorgel. Die is er niet. Ja? Zijn ze niet mee bezig? Alsof die er niet staat. Vind ik heel knap. Want ik hoor zelf bij de tweede categorie. Ik kan het niet helpen. Maar ik ga in het ritme lopen van die kutmuziek. Hier. Die gaat automatisch, hè, dit? Ik kan hier niks aan doen, die gaat automatisch. Niet voor niks dat er al zo'n tering lijn met zo'n bakje met kleingeld naast, de ritme aan te geven. En ze zien mij zo lopen en dan zien ze, hey, die laat zich makkelijk beïnvloeden, die kan ik hebben. En dan staan ze ineens voor je, en zeggen ze, goedemorgen meneer, zou ik iets mogen vragen? En dan sta je dus zo. Nou, zeg dan maar eens nee tegen iemand, weet je? Ja. Er is niemand die je dan nog serieus neemt. Sebas, mag dit uit? Misschien? Ik zal de hele avond zo staan. Nou, ja. Maar op je allerzwakste moment, dan staan ze ineens voor je en dan zeggen ze... Hé, mag ik jou misschien wat vragen? En ik heb één keer in mijn 29-jarige leven tot nu toe... heb ik gezegd, nee, ik heb geen tijd, ik ben op weg naar mijn werk. Zegt hij, oh, nou, dan loop ik toch een stukje met je mee. Nou, dus wij samen door die winkelstraat, ja. Terwijl ik was niet op weg naar mijn werk, ik was op weg naar de blokker. Ik had een dwel nodig. Dus ja, wij lopen samen door die winkelstraat. En uiteindelijk, we komen voor die blokker uit. Dus ik zeg, nou ja, hier is het. Dus hij zegt, oh, je werkt bij de blokker. Dus ik zeg, ja. Dus hij vraagt, goh, wat leuk zeg. En, wat voor functie? Ik zei, nou... assistent bedrijfsleider, ja. Onderaan de ladder begonnen, hè. Dus, en hij vraagt, joh, wat leuk lang al. Ik zei, nou, jaar of zes. Ik ben onderaan de ladder begonnen en ik zit nu op... ik heb nu mijn cursus terugtellen ook gehad. Dus ik mag nu ook achter de kassa. Dat is mijn collegaatje Gerwin. En hij zegt, nou ja, veel plezier dan vandaag en succes. Dus ik zeg, ja. Ja, ja, ook succes met ja, het goede doel. Ja, UNICEF, goed doel. Maar ja, nou ja, ik moet gaan, want ik moet ook nog omkleden en zo. Dus nou, dan ga ik nu maar. Dus hij zegt, ja, nou ja. Dus ik zeg, ja. En ik loop die blokker in. En ik draai me nog één keer om. En dan zie ik dat hij voor die blokker blijft staan. Om daar de mensen te gaan werven voor zijn goede doel. Heb ik daar tot sluitingstijd de stofzuigerzakken staan spiegelen? Het was koopavond, hè? Koopavond was het.
En zo zie je maar. Je zegt één keer nee op straat. Je staat op 9:15 de kast te tellen met je collegaatje Gerwin. Ja? Het is de volgende ochtend in Nice. Ik wilde even naar die boulevard. Ik stond midden op die boulevard. Ik weet eigenlijk niet wat ik er precies deed. Maar ik wilde gewoon even zien hoe het eruit zag of zo. En het was een totaal bizarre situatie. Ik stond midden op straat. Was nog steeds helemaal afgesloten voor alle verkeer. En als ik naar voren keek, zag ik een strak blauwe hemel. De zon weer vol in de lucht. En het was iets na 11:30, 24 graden alweer. Hele hete zomerse dag was het alweer. En als ik me op die plek omdraai naar links, dan zie ik nog het strand van Nice. Heel veel mensen alweer op de benen. Heel veel mensen die er liggen. Heel veel mensen alweer in de zee. Gewoon alsof er niks is gebeurd. Alsof het gewoon een totaal normale dag is op het strand van Nice. Terwijl als ik me op precies dezelfde plek omdraai naar rechts, dan zie ik nog volop aanslag. Ik zie die vrachtwagen nog steeds staan, want die kogelgaten zijn nog in de ruit. Heel veel politie op de benen, allemaal van die mannen in van die witte pakken. Die doen iets van sporenonderzoek of zo. En er is afzetlint. We mogen niet verder lopen dan daar. En daar bij dat afzetlint, daar verzamelen zich een heleboel mensen. Sommige mensen komen gewoon even kijken, zoals ik doe. Ook heel veel mensen leggen iets neer, die hebben wat meegenomen. Er liggen allemaal bloemen, er liggen uitgeprinte gedichten. Knuffels liggen er ook, van alles en nog wat. En als ik daar heel even sta, dan komt er een jongen aangelopen. Ongeveer van mijn leeftijd. En hij heeft een rugtas bij zich, die zet hij naast mij op de grond. En hij ritst hem open. En hij haalt er een uitvergrote, ingelijste foto uit van een meisje. Een mooi meisje, en die legt hij op de grond. Hij neemt ook een roos uit zijn tas, die legt hij er bovenop. Hij ritst de tas dicht, hij slaat hem op zijn schouder. En als ik vanuit mijn ooghoek naar hem kijk, dan zie ik dat hij huilt. En op dat moment komt het even heel dichtbij. Je wordt wakker van geluid. Vogels zingen en de zon schijnt door de ruit. Half elf geweest al, en je weet dat je meestal al wakker hoort te zijn. Gaat uit bed, loopt door het huis. Alle kamers voelden gisteren nog thuis. Links staat de bank en rechts de piano. Precies zoals altijd. Maar je weet niet wat het is. Er is iets dat je mist, nu alles is veranderd en jij ineens alleen moet. Is er stilte om je heen en ben jij alleen maar alleen. Jas aan, rent de straat op en laat de deur nog op een kier. Want je ziet wel waar je schip strandt, zolang je maar weg bent van hier. Want je weet niet wat het is, maar je weet dat je haar mist. Nu alles is veranderd en jij ineens alleen. Is er stilte, diepe stilte? En wat je ook verzint, elk einde, elk begin. Toch ben jij alleen maar. Thank you.
Ja. Ik zal een paar mensen kijken met zo'n blik van... Nou, voor mij is 9% van de tijd erop. Niks gebeurt. Natuurlijk alsof er wat zou gebeuren bij de voorstelling van Martijn Cadeau. En die laatste 10 minuten gaat er ook niks meer gebeuren. Maar dat is precies het moment waar het volgens mij om gaat, weet je wel. Dat je denkt, er gaat niks meer gebeuren. Dan zul je altijd zien, er zal nog iets gebeuren, weet je, wat je nooit had kunnen anticiperen, wat je niet hebt voorbereid. En dan gaat het erom, hoe reageer je, weet je wel. Een onverwachte, acute situatie die ineens voor je neus staat. Hoe reageer je erop, hè? Om een goed voorbeeld te geven, bijvoorbeeld uit mijn eigen leven. Ik zat op de fiets. Op een klaarlichte dag. Ik zit op mijn fiets door Amsterdam. En ik ben een appje aan het lezen. En nu.nl aan het checken. En een boek aan het lezen. Gewoon wat je doet op de fiets in Amsterdam. Niks aan de hand. En er komt ineens een scooter naast me rijden. Met twee Marokkaanse jongens erop. En ik denk, niks aan de hand. Het kan zijn dat zij gewoon een hele langzame scooter hebben. En mij heel langzaam inhalen. Maar op dat moment zegt die jongen die achterop zit. Die zegt ineens tegen mij. Ja wat, kun je niet normaal fietsen of zo? Ja, ik moet even uitleggen. Ik had ze afgesneden. Dat had ik niet moeten. Ja, ik kwam het fietspad op en ik dacht, ik kan er nog net voor. Nou, dat ging dus niet. Dus ik had even sorry moeten zeggen. Het was asociaal rijgedrag van mij. Maar ja, om dan gelijk zo agressief te reageren ook. En je moet er ook gelijk dan verbaal bovenop zitten. Hè? Je moet terugslaan. Dus ik zei, nou. Toen was het 1-1. En toen... Toen zei de jongen die voorop zat, die vroeg dus ineens aan mij. Had ik nooit zien aankomen. Die vroeg aan mij, wil je vechten? Ga mee dan. Dus ik denk, wat? Ik word hier gewoon geronseld voor de jihad. Wil je vechten? Ga mee. Hè? Want je weet dat het gebeurt. Je leest het in de krant en je ziet het op het journaal. Jongeren geronseld voor de jihad. Maar als het jou dan overkomt, hè... Zomaar op klaarlichte dag, je zit op je fiets, je doet niks, je leest alleen een boek. En je zit daar en je wordt gevraagd om mee te gaan vechten. Ja, daar komt het heel dichtbij. En mijn probleem is, ik kan geen nee zeggen, dus ja, is goed. Nou, toen moest ik midden in Amsterdam, moest ik van mijn fiets afstappen. Zij stapte van de scooter af, dan stonden we tegenover elkaar. En toen zei die jongen die achterop had gezeten, die zei, ja, kom op, laat zien wat je kunt dan. Ja, ik wist niet dat je daar auditie voor moest doen, geen idee, nee, wist ik niet. Ik dacht, je gaat gewoon en dan kun je wel helpen of zo, weet je wel, nee. Je moet iets laten zien. Dus ik denk, nou, ik zit nu dus wel echt in een soort van acute noodsituatie dan. Dus ik denk, nou, ik heb 3 opties. Ik vluchten. Nou, dat gaat niet, want ze staan ervoor. Ik denk, fight dan maar. Maar ze zijn met z'n tweeën. Dus ik denk, dat kan ook niet. Dus ik denk, nou, optie 3 dan maar. Freeze. Ja, zij vond het ook raar, hoor. Ja, raarste gevecht waar ze ooit in waren beland. Dat durf ik gerust te zeggen. Ze bleven mij ook aankijken. En dat vond ik eng. Dus ik deed mijn ogen dicht. Ik denk, als ik hen niet zie... Ik heb daar 2 uur in een kwartier zo gestaan, uit voorzorg. €34 verdiend. Nou, toen ik opkeek waren ze weg. Het was wel weer lekker. Nee, maar het gaat om dat soort momenten, weet je wel. Je denkt, er gaat niks gebeuren. En precies op dat moment zul je altijd zien, er gaat altijd wat gebeuren. Maar ik had wel even lekker €34 verdiend op een moment waarvan ik... Rustig blijven! Rustig blijven! Geen paniek! Geen paniek! Geen paniek! Rustig blijven! Geen paniek! Rustig blijven! Geen paniek! Geen paniek, jongens! Rustig blijven allemaal! Rustig blijven! Rustig blijven! Ik ga kijken wat er is! Rustig blijven! Hoe gaat dit uit, joh? Geen paniek! Rustig blijven! Geen paniek! Is er paniek? Geen paniek! Er moet wat zijn, jongens. Er gaat niet zomaar een alarm af hier. Ik heb een e-mail. Maar dat vindt een vrij hysterische reactie op een e-mail. Jullie? Nee, maar dat kan niet zijn. Wat is het dan überhaupt? Hè? Er is een nieuwe recensie voor achterlaten op uw Airbnb. Oh, dat is van Pablo, denk ik. Wat is het dan? Een momentje. Hup, hup, hup. Nou ja. Nou ja, moet je even... Ik kwam binnen na een 11 uur durende vliegreis, moest gelijk de televisie repareren. Er was niks aan de hand, HDMI-kabel zat los. Twee steen. Nou, hey! Dat kom je toch niet, joh? Nou ja, wat, nou ja maar dit kan niet zijn, denk ik. Ja, de... Moet, ja, ik kan zo snel niks vinden. Ik denk dat er niks is. Dan, is het, ja, dan was dit loze alarm.
Ja, dat was dit de oefening. Nou, evaluatie dan. Ik vond zelf wel goed gaan. ja. Nee, ik kan heel even kijken, maar volgens mij is er niks mis, hoor. Ik zou heel even kijken. Ja, volgens mij is er niks mis. Nee, ik kom gewoon weer naar beneden, jongens. Er is niks aan de hand, volgens mij. Loos alarm. Kijk, je zult altijd zien, er gaan altijd dingen net even iets anders dan had je verwacht, hè. Want het is altijd in een groot bouwproject, dat is dit ook met zo'n toren, weet je wel. Dan moet je... Wat is dit nou weer, joh? Ah, dit meen je toch niet, joh? Ja, ik zit vast, denk ik. Ah, dit... Nee. Ja, ik zit halverwege pas of zo, denk ik. Ja, ik zit hier. Ja, dat is niet ver genoeg. Je moet daar zijn. En nou? Ja, dan ga ik Kevin me even bellen, denk ik, of zo. Ik weet ook niet. Oh, nee. Oh, trouwens. Trouwens, Jelle. Ja? Jij bent assistent, toch? Heb je tijd of niet? Zou je heel even kunnen kijken? Nee, want ik heb een soort van resetknop ingebouwd, maar die zit aan de buitenkant. Dat leek mij er weer handiger, maar ja, zo zie je maar weer. Zou je heel even kunnen kijken? Die zit aan de rechterkant, aan de onderkant. Zou je heel even kunnen kijken? Ja, natuurlijk. Applausje voor Jelle. Ik begeleid je wel even. Nog een stukje doorlopen, En stop. Zie je aan je linkerhand, aan de onderkant, zie je daar een luikje zitten? Ja. Iedereen verstaat je wel, hoor, Jelle. Je hoeft niet zo hard te schreeuwen. Je hebt geen microfoon. Nee, maar ik vertaal het. Doe die eens open. Oké, nergens op drukken nog. Wat zie je? Drie knoppen. Hoe zien ze eruit, die drie knoppen? Rood. Rood, oké. Alle drie, of niet? Alle drie? Ja. Oh, dat is ook niet best handig, hè? ja, eentje is het, maar ik weet eigenlijk niet. Heb je een goed gevoel bij een of zo? Ik weet ook niet. Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar ja, we gaan het wel. Zullen we bij de linker beginnen? Ik ga met 3, 2, 1 aftellen. Jij ramt hem gewoon in en we zien wat er gebeurt. Hou je vast allemaal, ik weet niet wat er gebeurt. Ja, daar gaat hij. 3, 2, 1. Oké, die is niet, Jelle. Oké, probeer die nog eens een keer. 3, 2, 1, probeer diezelfde nog eens een keer. Op de tas dan? Ja, zie je wel. Dat is gewoon een lichtknopje, dat dacht ik al. Oké, dan probeer die middelste dan even. 3, 2, 1. Oh, Jelle! Oh, dit is hem ook niet! Jelle! 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 Hoe vind je het zelf gaan, Jelle? Oké, probeer die derde. 3, 2, 1. Doe die derde maar. 3, 2, 1, nu. Ja, dat klinkt goed. Applausje voor Jelle. Ja, ga jij even verder, Jelle, ja. Oh, moet je kijken, jongen. Afstand houden allemaal, afstand houden. Ja, bedankt, Jelle, maar ook weer niet. Dit is niet de veiligste plek, dat durf ik nu gerust. Jeetje, Mia, joh. Moet je kijken, joh. Nou, ja, dit is kapot nu. Ja, het is ook niet dat ik even dacht dat ik hier nou een simpele oplossing had. Dat was een groot probleem. Maar ik dacht, ja, ik moet in ieder geval proberen. Dan ben ik misschien weer een stukje veiliger uit. Maar dit heeft het niet geholpen. Dit is er niet sterker nog, het is er minder veilig van geworden eigenlijk hier. Ik ga hier niet meer in. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik laat het even uitroken, denk ik. Het lijkt me zo te zijn dat hoe meer ik probeer om mijn eigen angsten te bezweren, des te meer ik ze ga voelen. Hè? Des te meer ik me bewust raak van wat er ook nog mis zou kunnen gaan. Er wordt alleen maar meer, weet je wel. En het wordt een soort self-fulfilling prophecy, lijkt wel. Het lijkt me zo te zijn dat hoe banger ik ben dat een bepaald iets misgaat,
des te sneller precies datgene misgaat. Met alles zo. Met alles, met de grote dingen, ook met de kleine dingen. Weet je wel. Nou, goed voorbeeld. Ik word wakker, ik zit in de koffie. Dus ik loop richting mijn keuken. Bij mij is gisteren een loodgiet geweest, dus de koffie is op. Nou, dus ik loop richting... bij mij om de hoek zit de Starbucks. Ik denk, dan ga ik daar even koffie halen. Maar ik kom daar binnen en ik merk meteen een soort van spanning in mijn lijf. Ik denk, wat is er aan de hand, joh? En dan zie ik het ineens. De jongen achter de balie, de barista, dat is een donkere jongen. Ja, nou en? Maar ik merk aan mezelf de laatste tijd steeds in de buurt van andere mensen helemaal... Ik ben bij iedereen ongemakkelijk, omdat ik niet meer zo goed weet wat de regels zijn, weet je. Ik weet niet meer wat ik wel en niet mag zeggen. Er verandert zoveel dat ik gewoon niet meer weet hoe ik met een vrouw... Dat vond ik al moeilijk. Het is al moeilijk om met een vrouw om te gaan, weet je. Laat staan nu. Met mannen, met het vee op de oost. Van het plassen. Ik weet niet wat ik moet doen. Bijvoeren niet, groeten niet. Ik weet helemaal niet. Groetje nog, een koe. Ik weet niet meer. Ik weet niet of het allemaal nog mag. Ik weet niet of je aan mag komen. Ik weet helemaal niet meer. En zeker ook met dit, weet je wel. Ik weet gewoon niet meer. Ik ben gewoon heel bang om op dat moment dan ineens per ongeluk iets heel ergs te zeggen. Wat ik helemaal niet zo meen, maar dat het gewoon dan uitvloept. Dat ik even heb gemist dat dan niet meer mag of zo. En ik denk, er is niks aan de hand. Het gebeurt gewoon in je hoofd. Maar ja, hoe banger ik ervoor ben, des te sneller het misgaat. Ik loop op hem af en ik zeg, goedemorgen. En hij zegt, goedemorgen. Dus ik zeg, ja. En hij zegt, ja. Hoe zou ik je kunnen helpen? En ik zeg, een kopje koffie, een zwarte. En terwijl ik het zeg, bedenk ik me, die comments zijn verkeerd. Die comments zijn verkeerd in de zin. En hij zegt, oké. wat had je voor koffie gewild? En ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ik weet het echt niet meer. En er staat iemand achter me ook, dus ik moet wel wat zeggen. Maar ik weet het niet meer, dus ik ga maar gewoon... Dus ik zeg, gewoon een kopje, gewoon een kopje. Gewoon heel normaal. Ja, wat is normaal, wat is normaal? Gewoon een kopje, gewoon een kopje. Met een bepaalde... Met gewoon de vloeistof die jij... Met de koffie. Met een bepaalde tint, met een bepaalde kleur. Maar niets minder, niets meer. Het is gewoon een kopje met een kopje met een migrantenachtergrond. Dat is wat ik... ja. En hij zegt, oké, ik denk dat ik wel... Snap wat je daarmee bedoelt. Je mag nog kiezen trouwens, want we hebben allerlei verschillende soorten malingen. We hebben een hele leuke uit Ethiopië. We hebben Arabica uit Kenia. Wil je daar nog uit kiezen? En ik zeg, die kan ik allemaal kiezen gewoon. Die kan ik allemaal kiezen. Er is niemand die dan kwaad wordt als ik één van de twee. En als ik die ander dan buiten zei, kun je ze niet bij elkaar voegen. Zo, oh nee, dat is even... Nee. Sorry nog, trouwens. Is het allemaal slaafvrij? Sorry voor alles wat we hebben gedaan. Wat sta ik hier nou te doen, joh? Wat slaat het op? En hij zegt, ja, je kunt ze gewoon allemaal nemen, hoor. Het is allemaal, wil je er anders nog iets te eten bij? We hebben allerlei verschillende soorten koek en chocola. Wil je daar nog iets van? Ja, en ik wil een brownie. Maar ja, hoe moet je dat dan weer zeggen dan? Hoe moet dat dan weer noemen dan? Een roetveegcakeje of zo? Hoe moet dat dan weer noemen dan? En ik denk, weet je wat ik doe? Zodra ik ga praten, gaat het mis. Ik ga het gewoon mimen. Ik ga het aanwijzen. Ja, ik ga het mimen naar hem. Hè? Dan kan er niks misgaan. Dus ik zeg, En hij zegt... Hartstikke bedankt voor deze act, zegt hij. En, je wilt de brownie? Dat is goed. Dan, maar hoe is je naam? Want dan schrijf ik je naam op het bekertje. Ja, dat weet hij, dat doen ze bij Starbucks altijd. Weet je, dat dan, ze schrijven je naam expres verkeerd, alsof ze die verstaan. Ze hebben het heus wel verstaan. Maar dan doen ze altijd een soort trucje dat ze doen. En dan, ik zeg gewoon, ik ben Martijn. En dan zetten ze altijd een H ertussen of met dubbel T. Slaat nergens op. Maar ik ben dan benieuwd wat hij nu dan weer heeft verstaan. Weet je wel, hij zal wel weer iets anders hebben verstaan. Dus ik ga daar zitten aan een tafeltje. Hij komt aanlopen met het bekertje koffie en dat ding. En hij zet het bekertje neer en ik draai hem om. En er staat Adolf. Bewaakte straten met soldaten. Blokkeerde pleinen met beton. Hou alle moslims in de gaten en kijk altijd achterom.
auto's uit de straten. Scan alle tassen op een bon. Een land door God verlaten, waar de angst het overwon. Een land dat vrijheid opgeeft om zijn vrijheid te bewaren. En me bewust van de gevaren, zou ik eigenlijk moeten vluchten. Maar ik blijf en verdrijf de donkere wolken, de zwaarden, de dolken, of waar ook maar mee wordt gedreigd. Ik blijf en met iedere spier in mijn lijf bevecht ik de angst en de twijfel en waait er een andere wind, waar de vrijheid wint. Dus gooi die drank maar in de glazen en vier feesten op het plein. Vier de vrijheid in extase, het kan morgen over zijn. En natuurlijk ben ik bang voor wat er ooit eens kan gebeuren. Maar mijn tijd eraan verspillen, zou ik voor geen goud meer willen. Ik blijf en verdrijf de donkere wolken, de zwaarden, de dolken, of waar ook maar mee wordt gedreigd. Ik blijf en met iedere spier in mijn lijf bevecht ik de angst en de twijfel en waait er een andere wind, waar de vrijheid wint. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Licht en geluid, Sebastiaan Rolloos. En een heel groot applaus voor Jelle.